mag vast nu gaan. Hè? Dames en heren, welkom bij deze domeinmiddag van het KNW-domein MMBG. Dat is een van de langste afkortingen. En voor degenen die het toch niet weten, dat betekent medisch-biologisch en gezondheidswetenschappen domein. Het is eigenlijk het hele brede domein wat zich bezighoudt met gezondheidszorg. En wat wij altijd doen, we hebben 4 van dit soort bijeenkomsten per jaar als domein. Dat zeg ik ook voor de nieuwe leden, dan weten ze alvast wat ze kunnen verwachten. En dat is niet het enige wat het MMBG-domein doet. Om te beginnen, we hebben al 2 uur lang vergaderd over allerlei activiteiten die we initiëren. Maar ook allerlei dingen die we in de gaten houden in het medisch domein. We noemen er een paar zaken. Als hoe zit het met dierenproeven, wat nodig is voor het doen van gezondheidswetenschap. Maar er zijn ook andere zaken die meer met ethiek te maken hebben. Zaken die met de toekomst van de gezondheidszorg te maken hebben. En al dat soort initiatieven proberen wij ook te laten landen in het landschap van Nederland. Dat is belangrijk ook voor de toekomst. Wij zijn niet alleen, laat ik zeggen, wetenschap, wat natuurlijk heel belangrijk is. Maar we hebben ook een verantwoordelijkheid richting de maatschappij. En dat doen we op deze wijze. Nou, wat doen we dit soort dagen? Nou, er zijn een paar heel belangrijke zaken. Eerst hebben wij wetenschappelijke uitwisseling. En daarna hebben we een borrel. En voor sommigen is het misschien het laatste, het allerbelangrijkste. Maar je moet toch eerst naar deze wetenschappelijke lezingen luisteren. En ik denk dat wij een heel mooi programma hebben onder de kop uit de medische praktijk. En wat jullie zullen horen vandaag is nou first and for all een lezing van Carla Hollak. Die, zoals jullie misschien weten, de penning van de KNW gekregen heeft. Dat is een zeldzaamheid. En dat is dus een hele goede reden voor om dat te doen. Nou, bij de uitreiking zelf kreeg ze alleen maar een dankwoord als mogelijkheid. Wij dachten van, nee, dat is te gek. Wij willen echt wel eens weten waarom die penning gegeven is. Nou, Carla die krijgt straks zo'n 20 minuten om ons te overtuigen. Ik heb wel begrepen dat als we niet overtuigd zijn, dat die penning desalniettemin niet teruggegeven gaat worden. Dus dat is, kijk, heel blij al. Dus dat is wat minder druk op je dan er anders zou zijn. Maar nogmaals, ik zou het zo inleiden. Maar we hebben ook nog een aantal nieuwe leden van de KNW die zowel welkom geheten worden met deze middag, als dat wij natuurlijk met z'n allen een zekere idee krijgen van waarom zij geselecteerd zijn en wat ze kunnen gaan bijdragen aan de KNW. Nou, we zullen op het eind, dus voor de borrel, maar na de lezingen, zullen wij dus ook nog eventjes met de nieuwe leden praten. En dan kunnen jullie allemaal dezelfde vraag stellen, namelijk wat ga je voor de KNW doen? Nou, dan weten jullie dat alvast, kunnen jullie alvast voorbereiden. Maar dat is dan een van de dingen die hier gaat gebeuren. Nou, ik wil eigenlijk beginnen om Carla Hollak als eerste in te leiden. Carla is hoogleraar metabole ziekte aan de UvA en tegenwoordig heet dat Amsterdam UMC. Haar onderzoek is vooral gericht op zeldzame stofwisselingsziektes bij volwassen kinderen. Maar, en daar heeft ze natuurlijk belangwekkend onderzoek gedaan naar ziektes als Fabry en Gaucher. Maar misschien ook wel is het belangrijk dat zij zich bezighouden heeft met de vraag, hoe zorg je ervoor dat geneesmiddelen die heel duur zijn, die ook heel misschien moeilijk te krijgen zijn, dat die toch toegankelijk blijven voor kinderen, voor volwassenen, voor patiënten. En dat is niet alleen belangrijk, denk ik, uiteindelijk voor Nederland, maar is eigenlijk, kan je zeggen, een internationaal probleem. Het zou niet zo mogen zijn, vind ik, dat patiënten die in Afrika zijn en daar dit soort ziektes krijgen, uitgesloten worden van de geneesmiddelen vanwege de kosten. Nou, Carla, jij gaat ons overtuigen waarom dit inderdaad een goed plan is, hoop ik althans. Dus de stage is yours, dank je wel. En nogmaals, gefeliciteerd. Nou, dames en heren, het was even spannend. Ik had de penning ook niet meegenomen, dus ik had hem niet terug kunnen geven.
Ik ga iets vertellen over de ontwikkeling van geneesmiddelen en dan met name het focus op de academie. Dus waarbij de belangrijkste vraag is, kunnen we dat eigenlijk wel? Hoe dan? Hoe doen we dat dan? Maar zoals het hoort begin ik natuurlijk even met mijn belangenverklaring. En daar sta ik dan altijd ietsje langer bij stil. Want ik vind het heel belangrijk, zeker waar het om geneesmiddelen gaat, dat duidelijk is wat we doen. Ik ben internist. Ik behandel dus patiënten met stofwisselingsziekten met geneesmiddelen. We doen dus ook onderzoek met de farmaceutische industrie in de fase dat iets nog niet op de markt is. Dat loopt via onze AMC Medical Research BV. Voor de rest hebben wij als groep besloten dat we ons niet laten betalen voor consultancies. Dat doen we gratis, want dat hoort bij onze academische job. En voor de rest is het zo dat voor de financiering van de expertisecentra, ik ben zelf hoofd van het expertisecentrum voor lysomale ziekte bij ons, dat we een deal hebben gesloten met zorgverzekeraars over de inkoop van geneesmiddelen, een soort shared savings, en daaruit onze expertisecentra financieren. Dus dat betekent dat ik wel degelijk natuurlijk banden heb, ook financieel met diverse partijen, niet alleen met de industrie, maar ook met verzekeraars. Nou, hoe dan die academie gedreven geneesmiddelenontwikkeling? En ik wil u eigenlijk even aan de hand van een deels fictief praktijkgeval meenemen door de odyssee van de academische geneesmiddelenontwikkeling. En ik neem u maar even mee naar mijn eigen praktijk, de ziekte van Gaucher. Dat werd net al even gememoreerd. Wat u hier ziet is een kind met de ziekte van Gaucher. Dat is een hele zeldzame erfelijke stofwisselingsziekte, waarbij een stapeling optreedt van lipidachtige verbindingen, met name in de lever en de milt, met als gevolg een enorme vergroting van die organen, afbraak van bloed, ernstige ziekte, ook botziekte. Deze mensen hebben een verkorte levensduur, maar vooral een enorme morbiditeit. En in de jaren 90 ontstond er enzymbehandeling voor deze ziekte. En u ziet eigenlijk op dit plaatje, daar is geen randomized controlled trial voor nodig, zou ik haast zeggen, hoe de milt, die normaal gesproken natuurlijk nooit spontaan kleiner wordt, opeens verdwenen is bij dit meisje. Ongelooflijk spectaculair. Maar als u hier ziet, even toch naar de basis van dit soort behandelingen. U ziet hier een cel met in het midden een kern. U ziet ook de verschillende opties voor behandeling. Enzymtherapie wordt hier gegeven. Dat komt dan naar het lysosoom waar het afbraak doet. Maar er zijn ook andere opties. Het substraat, dat zijn die sterretjes, kan geremd worden. Of er kan een chaperonemolecuul ontwikkeld worden, wat ervoor zorgt dat het eiwit wat niet goed kan vouwen wel goed getransporteerd wordt naar het lysosoom waar het zijn werk moet doen. Dat noemen we chaperonetherapie. En dat is natuurlijk heel mooi, want daar zijn ontzettend veel ontwikkelingen in. En bij ons in het laboratorium is gekeken welk stofje, wat we eigenlijk al kennen, zou nou in staat zijn om dit proces te faciliteren. Zo'n chaperonemolecuul. En wat blijkt? We vonden een verbinding. Eigenlijk een hele eenvoudige verbinding. En wat nog veel leuker was, die was er al, namelijk een oude hoestdrank. Nou, die hoestdrank die kon je gewoon bestellen via het internet. En daarmee was het eerste idee geboren om te gaan kijken of deze behandeling zou kunnen werken. Want hebben we nog een andere behandeling nodig dan die enzymtherapie? Het antwoord is ja. Ten eerste is het heel erg duur. Het is niet bereikbaar voor iedereen. Dat werd net al even gememoreerd. In allerlei landen, niet-westerse landen, is het niet beschikbaar. Maar nog veel belangrijker, er zijn ook hele ernstige vormen van deze ziekte waarbij de hersenen zijn aangedaan. En daar komt die enzymtherapie niet. Daar hebben we kleine moleculen voor nodig die de bloed-hersenbarrière kunnen passeren. Dus het idee was geboren. Maar, wat dan? Dus het eerste obstakel waar Odysseus tegenaan komt is dat ze aanspoelen op een eiland. En ze vergeten van alles nadat ze lotus hebben gegeten. Wij vergeten soms om bijvoorbeeld te bedenken of we niet meteen onze belangrijke bevinding publiceren. Of dat we toch eerst een patent zouden moeten aanvragen op bijvoorbeeld die ontdekking. Nou, als het al gepubliceerd is, dan heeft dat geen zin meer. Maar eigenlijk weten we daar ontzettend weinig van. Daarvoor hebben we onze bureaus kennistransfer soms nodig om ons daar even goed op te wijzen.
Nou, gelukkig. We waren op tijd. We hebben een patent op die nieuwe indicatie aangevraagd. En we hebben verdere studies gedaan om een soort proof of principle te laten zien. Nou, wat blijkt, wat u hier ziet, is dat de activiteit van het enzym met dat chaperonemolecuul duidelijk omhoog gaat. En dat er ook een relatie is tussen de plasmaspiegels en de verhoging van die activiteit. Nou, dat is dus ongelooflijk veelbelovend. Dus het idee is om daar wel mee verder te gaan. Dus we moeten naar een klinische studie. Maar een klinische studie gefinancierd zien te krijgen in Nederland, ik denk ook in andere landen, is gewoon een ongelooflijke uitdaging. Dus we moeten naar ZonMW. Daar is een moordende concurrentie. Dus de cycloop staat hier over het uitmoorden van alle mogelijkheden van subsidie. Maar eindeloos geprobeerd. Maar godzijdank, het is gelukt. Een kleine subsidie om een doorstart te maken van soms kleine fondsjes. Metakids. Om toch alvast te gaan proberen in de klinische praktijk of dit middel gaat werken. Nou, het werkt, maar het valt ook wel weer een beetje tegen. Het lijkt erop bij 4 patiënten dat de epileptische aanvallen die deze patiënten hebben, want daar willen we het graag voor de neurologie, dat dat afneemt. Maar ja, de ene patiënt is de ander niet. En je ziet dat er heel veel variatie is. En bij andere patiënten komt het terug. En er is wat interactie met andere geneesmiddelen die patiënten gebruiken. En we hebben eigenlijk geen hele goede controledata voor deze patiëntengroep. Bovendien zijn de biomarkers niet gevalideerd. En dat terwijl we ons na hebben laten scholen via STARS. Dat is het initiatief van het CBG om ook academici wegwijs te maken in de regulatoire zaken. Dus we hebben aan het CBG advies gevraagd. En gevraagd, hoe kunnen we dit product naar de markt brengen? Wat is er voor nodig? Welke eindpunten zijn daarvoor van belang? En het CBG heeft gezegd, nou, je moet eerst valideren dat je biomarker klopt. Je moet vervolgens in een grotere groep gaan kijken. Er zijn nieuwe klinische studies nodig. Dus Poseidon zorgt ervoor dat wij nog 10 jaar op zee zitten, zeg maar. Om te zorgen dat dit geneesmiddel wellicht uiteindelijk de eindstreep zou kunnen gaan bereiken. Want het liefst wil je dit natuurlijk dan uiteindelijk registreren en beschikbaar maken. Productontwikkeling volgens GMP-normen, daar weten wij dokters vaak echt helemaal niks van af. Dus dat zijn allemaal zaken die moet je snappen. En je moet bovendien de routes weten waar je dat vandaan moet halen. Kortom, financiering, geld, geld, geld. Nou, dan komen de investeerders op de proppen. Want vervolgens hebben we natuurlijk wel onze bevindingen alvast her en der gepubliceerd. We hebben ook op congressen gesproken. En na zo'n congres staan er meteen allemaal mannen in pak bij je om te zeggen, nou, dat is interessant. Kunnen we daar niet eens over verder praten? En eigenlijk zien wij daar wel heil in, maar dan het liefst, nou, voor een andere indicatie. Want als dit zou kunnen werken voor deze vorm van deze ziekte, dan doet het iets op de vouwing van dat eiwit. En we denken dat dat ook betrokken is bij Parkinson. En dat is een veel interessantere business case. Want dat zijn, ik weet niet hoeveel miljoenen patiënten die daaraan lijden. En we weten dat er een associatie is tussen GBA-deficiëntie en Parkinson. Dus laten we daar nou op targeten. En dan mag jij ook nog wel dat kleine studietje doen voor die arme patiënten met die neurologische manifestaties van de ziekte. Dus, nou, oké, dat is natuurlijk buitengewoon aantrekkelijk. En Odysseus wordt ernstig in de verleiding gebracht door de sirenen. Maar met een groot risico dat het middel uiteindelijk niet op de markt komt. Of ook dat we de invloed op de prijs uiteindelijk kwijtraken. Dus dat is echt een hele lastige situatie waar je heel goed moet nadenken met elkaar. En ook op dat vlak met ons kennistransfer organisatie, maar ook met mensen van buitenaf, met juristen, et cetera, om te kijken hoe kan je het nou doorontwikkelen naar de markt onder voorwaarden dat je er toch nog zeggenschap over hebt, of dat het niet op een plank belandt. Of dat het uiteindelijk voor die indicatie die je zelf voor ogen had, wel ook uiteindelijk ontwikkeld gaat worden. Daar zijn wij ook als groep heel erg mee bezig. Ik zal dit niet nu allemaal noemen. Maar er zijn bepaalde voorwaarden die je met elkaar kan overeenkomen om te zien of het dan lukt om dit dan bij die patiënt te krijgen. Maar de belangen van alle partijen zijn verschillend. Daar hebben we Scylla en Charybdis.
Voor de patiënt is snelle toegang van belang, voor ons ook als zorgverleners, maar wij willen ook graag op metaniveau maatschappelijk verantwoord zijn. De maatschappij wil het wel, maar het moet veilig en effectief zijn. Die legt de lat daarvoor heel erg hoog. En bovendien moet de prijs acceptabel zijn. De pharma duwt er ook op dat uiteindelijk er wel toegang wordt geregeld voor deze patiënten. Dus ergens in het midden hebben we ook een gezamenlijk belang en dat moet je proberen te vinden. En de voorwaarden zo te scheppen dat we wellicht risico kunnen verdelen. Dat wij ook als academici onze eigen waarde goed inschatten. Want dat is ook wel iets waar we niet altijd even goed in zijn. Wat daarbij helpt zijn de voorwaarden van, u mag dit niet proberen te lezen. Maatschappelijk verantwoord licenseren. Dat is een initiatief geweest in Nederland, ook onder leiding van Utrecht, om bepaalde elementen van licenties op een rij te zetten. En dat moet in feite nog in de praktijk gebracht worden en getoetst. Wat daarbij heel belangrijk is, is de transparantie over de prijs. Dat er iets doen aan risicoverdeling. En dat wij ons beseffen, wat ik net al zei, wat onze academische waarde eigenlijk is. Dat heb ik mezelf ook niet altijd beseft, zeker in het begin niet. Maar wij hebben ontzettend veel mogelijkheid om onze waarden als het ware ook in te brengen in zo'n samenwerking. Want we kennen de patiënten, we kennen onze collega's, we kennen de markt. We hebben vaak biobanken, we hebben data. We hebben soms enorm cohort aan natuurlijk verloopdata die van nut kunnen zijn in een dergelijk ontwikkeltraject. Gebruik dat dan ook niet om er geld uit te slaan, wat natuurlijk ook nog wel eens gebeurt. Hè, dat het dan hoppakee naar een farmaceutisch bedrijf gaat voor heel veel geld. Iedereen blij, want dan gaat je verdeelsleutel van een derde en derde en derde spelen. En dan wordt de onderzoeker er rijk van en het instituut. Maar uiteindelijk verlies je daarmee totaal de zeggenschap op het product. En het kan ergens op een plank landen. Of het kan terugkomen in de maatschappij voor een idiote prijs. En dan hebben we dat, denk ik, toch voor niks gedaan. Ook al zit je dan in een mooie bungalow aan de Riviera. Maar dan, aan het eind van de rit willen we natuurlijk ook, als er een heel dossier is gebouwd rond dat geneesmiddel en het blijkt effectief te zijn, dat het op de markt komt. Wat u hier ziet is een driehoek van marktautorisatie, waar de wereld een rol speelt in de ontwikkeling. Gaat uiteindelijk een aantal autoriteiten in deelgebieden van de wereld zich daarmee bemoeien of het naar de markt mag komen. De FDA en de EMA zijn het niet altijd met elkaar eens. Maar nog veel lastiger, als de EMA ja zegt, betekent dat nog niet dat het bij ons op de markt komt. Want ieder EU-lidstaat besluit zelf hoeveel geld er in de pot zit om uiteindelijk geneesmiddelen te gaan vergoeden. Dus dat is een groot en actueel probleem. Dit is uit de Volkskrant van afgelopen zaterdag. Ik kijk meteen even door hier wie een beetje links georiënteerd is. Maar daar stond in dat dure kankermedicijnen in de praktijk vaak veel minder goed werken dan de fabrikant suggereert. En waarom is dat? En dat is niet voor niks nu aan de orde, want recent is er een kankergeneesmiddel afgewezen voor vergoeding. Niet vanwege de effectiviteit, maar vanwege de kosten. En omdat het dus niet genoeg zou doen, de waarde zou niet genoeg zijn voor de prijs die ervoor betaald wordt. Dus dat is een groot probleem, niet alleen voor kankergeneesmiddelen, maar ook voor allerlei geneesmiddelen voor zeldzame ziekten. Dus uiteindelijk hebben we nog een probleem aan het eind, dat er heel veel geneesmiddelen sneuvelen of uiteindelijk in het water belanden. Dus. En in Nederland heeft onze minister toenmalig besloten om de sluis te introduceren. Ik vind het zelf een monsterachtig obstakel, wat ervoor zorgt dat geneesmiddelen langdurig niet beschikbaar zijn. En aan ons, denk ik, de taak om veel vroeger in het proces ook advies te geven aan overheidsinstellingen. En ook te zorgen dat er veel meer bewijs uiteindelijk uit de werkelijke wereld op tafel komt hoe het geneesmiddel ingezet zou moeten worden. Want wat hebben we hier gezien? Dit pakketbeoordeling, dat zijn de criteria. Dat recent ook voor een hele zeldzame stofwisselingsziekte, metachromatische leukodystrofie, waar wij ook het centrum voor zijn, een gentherapie is ontwikkeld waarvan de minister heeft gezegd, het is wel effectief, maar het is te duur. Godzijdank kijkt hij er wel een beetje treurig bij. Nou,
Het platform Medicijn voor de Maatschappij hebben wij opgericht naar aanleiding van een casus waarbij we een beschikbaarheid hebben gedaan van een geneesmiddel, waarbij uiteindelijk de Nationale Postcode Loterij ons een flinke zak geld heeft gegeven. Heel fijn, daar hebben we ontzettend veel mee kunnen doen op dit moment al. En wat we eigenlijk van belang vinden is dat bij de hele keten van ontwikkeling van een geneesmiddel, waar al deze problemen een rol spelen, dat we ook op al die dingen projecten ontwikkelen. Dus niet alleen maar aan het einde en niet alleen maar aan het begin. Dus niet alleen maar academic pharma, we gaan nieuwe moleculen ontwikkelen en kijken of het werkt. Nee, ook dat laatste stukje, hoe kun je die toegangstrajecten nou beter krijgen? En soms in zo'n heel traject is het van belang dat er eerst een apotheekbereiding beschikbaar komt. En daar hebben we 4 fantastische mensen voor die dat op dit moment doen. Op ook een aantal verschillende trajecten om geneesmiddelen voor zeldzame ziekten vanuit de apotheek beschikbaar te maken. Als ik tijd heb, laat ik 2 korte voorbeelden zien. Als eerste is er een project gestart voor het repurposen, dus hergebruik voor nieuwe indicatie van actief vitamine B6, pyridoxalfosfaat, voor kinderen met een zeldzame vorm van epilepsie. Nou, het probleem is dat er geen goede toegang is. Je kan het alleen maar op internet bestellen voor die patiënten en je weet niet wat de kwaliteit is. Is het te hoog, de concentratie, dan krijgen die patiënten echt ernstige bijwerkingen. Is het te laag, dan krijgen ze epilepsie. Dus dat luistert heel nauw. Dus eigenlijk zou dat een geneesmiddel moeten zijn. Wat we doen, is dit soort casuïstiek oppikken, daarover publiceren waar het probleem zit en dan een plan maken voor de verdere ontwikkeling. Dus we gaan kijken met een commerciële partner, hoe kunnen we dit nou ontwikkelen? We hebben een orphan designation aangevraagd. We bestuderen de routes voor toegang en we kijken of dat werkt. En dat leidt tot publicaties en samenwerkingen zoals u het hier ziet. En rechtsboven de happy business developer bij ons met een van onze AIO's toen we de orphan designation kregen voor dit product, voor deze indicatie. We zijn er nog niet, maar inmiddels is het wel beschikbaar, het geneesmiddel voor de patiënten in Nederland. En we zijn nog bezig om het laatste traject eraan te plakken om het ook echt geregistreerd te krijgen. En daarmee ook voor andere landen hopelijk beschikbaar. Maar, wat ik al zei, we moeten ook andere zaken in oogschouw nemen. Bijvoorbeeld die toegankelijkheid van weesgeneesmiddelen bevorderen in een aantal samenwerkingen. Dus niet alleen innovaties vanuit de academie, maar ook vanuit de industrie. Want een van onze oncologen heeft laten zien dat het ontzettend lang kan duren voordat geneesmiddelen beschikbaar komen. Daardoor, wat ik in het begin al zei, moeten we als beroepsgroep veel meer anticiperen op de ontwikkelingen die er zijn. Samenwerken met de expertisecentra zeldzame aandoeningen. Nieuwe modellen ontwikkelen voor beprijzing. En een voorbeeld daarvan is een register voor metachromatische leukodystrofie, waar net die gentherapie voor is afgewezen. Maar ook een pilot voor toegangstrajecten. Ook daar kijken we naar casuïstiek, doen er onderzoek naar, proberen dan op metaniveau daarover te publiceren en ook de discussie aan te gaan om te kijken of we dit soort trajecten beter kunnen krijgen. Nou, ik noem even kort dat laatste. Dat is het Orphan Drug Access Protocol wat we een jaar geleden hebben bedacht, als het ware, met de ronde tafel weesgeneesmiddelen van het Zorginstituut. Waarbij we een plan hebben gemaakt om voor een geneesmiddel wat wel heel veelbelovend is, maar wat nog niet in de vergoeding zit, samen met zorgverzekeraars op te trekken en per patiënt eigenlijk te kijken, werkt het of werkt het niet. Als het werkt voor die patiënt, dan wordt er betaald. En die prijs die wordt onderhandeld door de zorgverzekeraar met de fabrikant. Als dan op groepsniveau duidelijk is wat de plek is van dat middel, dan wordt opnieuw gekeken wat is dan de reële prijs. Dat betekent dus dat wij als dokters, als academici, veel meer werk aan de voorkant echt moeten doen om te zorgen dat we dan deze geneesmiddelen ook bij onze patiënten krijgen. Dus, ik denk, academisch gedreven geneesmiddelen is mogelijk. Maar je moet dat doen, naar ons idee, door betrokken te zijn bij de gehele ontwikkeling van een geneesmiddel vanaf scratch tot aan de toegang. Er moet een goede samenwerking zijn. Je moet het midden zien te vinden, een common ground.
Daarbij moet je je onafhankelijkheid op een goede manier zien te waarborgen. En je moet realistisch zijn. We kunnen niet alles vanuit de academie, alle innovaties zoals die nu plaatsvinden en waar de farmacie mee bezig is, dat kunnen wij niet allemaal zelf. Maar er zijn een heleboel dingen die we nu laten liggen die we wel zelf kunnen doen. En ik denk dat het belangrijk is dat wat wij nu hebben geleerd, die kennisuitwisseling, dat dat op een breder niveau gebeurt, op meer nationaal niveau gebeurt. Dat doen we heel graag in combinatie met het project FAST, het Center for Future and Affordable and Sustainable Therapy Development. En het idee is dat wij in de toekomst wellicht samengaan als een soort hub, een onderdeel van FAST, zodat wat wij hier leren weer naar FAST binnen kan komen. En daar zitten nog allerlei andere takken aan, zodat we in Nederland dat goed op elkaar af kunnen stemmen. Nou, uiteraard, ik heb al heel veel namen laten zien. Hebben dit niet in mijn eentje allemaal zo bedacht. Hier is ook nog gratis de afdeling metabole ziekte erbij. Dus het is niet alleen maar een medicijn voor de maatschappij. En om af te sluiten wil ik daarbij dan even noemen dat Odysseus zich weer fijn kan verenigen met Penelope. Dank u wel. Carla, ik weet niet of er vragen zijn aan Carla. Komt er zo uit. André Knotneres. Prachtig verhaal. Complimenten. Ook nog met de penning. Ik zou zeggen, dubbel en dwars verdiend. Die enorme publieke investeringen. Ik laat je daar ook een sheet van zien. Hè, los van het feit dat natuurlijk heel veel academisch onafhankelijk onderzoek plaatsvindt in de ontwikkeling die jij beschrijft, maar ook nog eens een keer die hele context die daarbij speelt, de hele opsomming van wat je ook nog apart kan inbrengen in deze keten. Vind je dat wij vanuit de UMC's of vanuit de universiteit in bredere zin voldoende doen om dat aspect, die enorme publieke investering, steeds in die keten richtinggevend te laten zijn, om te zorgen dat je aan het eind niet unfair wordt afgerekend? Nee. Ik denk dat dat een heel belangrijk punt is. Dat doen we niet goed genoeg. En we hebben natuurlijk wel dat maatschappelijk verantwoord licenseren. Dat is ontwikkeld. Het wordt eigenlijk nog niet goed in praktijk gebracht. En je ziet te vaak nog korte termijn denken, een hele mooie vinding. Hoezee, we gaan dit nu uitlicenseren aan een andere partner. Of het wordt helemaal verkocht. En dan ben je eigenlijk de zeggenschap kwijt. Ik zie het zoveel om me heen, ook in eigen centrum nog, dat gebeurt. En ik denk dat we het niet in één keer kunnen veranderen. Hè? Dus ik zei aan het eind al, we moeten realistisch zijn. Maar laten zien dat je in een ander soort samenwerkingsverband wel degelijk invloed kan houden op de ontwikkeling. Dat het niet op de plank komt, dat het voor een acceptabele prijs uiteindelijk binnenkomt. Maar daar moet de farmaceut wel iets voor terug. Dus wat heeft die daaraan? Ik denk zelf dat farmaceuten tegenwoordig enorm gefrustreerd raken doordat het ontzettend lang duurt voordat die geneesmiddelen op de markt komen of bij de patiënt komen of vergoed worden. Daar kunnen we iets doen. En we moeten, denk ik, gezamenlijk ook het risico delen. En wij kunnen, denk ik, de kosten van onze klinische studies ook een beetje drukken. Hè? Want dat is ook een totaal uit de hand gelopen circus geworden, als ik het mag zeggen. Dank u wel voor de heldere uitleg. Ik heb eigenlijk. Het is verontrustend dat eigenlijk Europa, wat een groot machtsblok is, dit niet stimuleert en nog zo verdeeld is. En de tweede vraag is eigenlijk, is er rechtstechnisch, is een hergebruik met een nieuwe toepassing van een bestaand middel. Want daar hoef je eigenlijk geen patent voor te hebben, lijkt mij. Nou, daar is ontzettend veel over te zeggen. Dat ligt ingewikkelder. Als het voor een bekende indicatie al gepubliceerd is enzovoort, dan heeft u helemaal gelijk. Dan is een patent niet nodig. Maar voor een nieuwe indicatie kan je het soms voor die nieuwe indicatie wel degelijk patenteren. Wat je verder ziet, waar soms ook een beetje misbruik van wordt gemaakt, is dat een geneesmiddel voor nieuwe indicatie dan ook op een andere manier wordt verpakt, zeg maar. He, dus in een slow release vorm of in plaats van IV wordt het subcutaan of dat soort dingen.
En dan opeens kan je dat ook weer apart patenteren en er soms weer een extra prijs voor vragen. Want anders is natuurlijk het risico dat via parallele import of zo, dat er een heel goedkoop middel uit India dan wordt geïmporteerd. En dus daar zijn wel, daar hebben we ook echt nul kennis van, normaal gesproken. Dus dat moeten we echt leren, hoe dat soort dingen in elkaar zit. Ja, er komen natuurlijk heel veel goedkope middelen op de markt, maar dat zijn vaak merkloze middelen die van ver komen. En waar we ook ontzettend worstelen met tekorten. En dat is ook weer een apart problematiek. Was daar een vraag? En dan Jos en dan Douwe. Nou ja, ik ben zelf geen medicus hoor. Maar ik refereerde even aan een artikel in de Volkskrant, wat ik toch heel schokkend vond. Hè, dat eigenlijk de effectiviteit van heel veel van die nieuwe kankerbestrijdingsmiddelen zeer, zeer, zeer beperkt is. En dat het te maken heeft, heb ik begrepen, met dat veel van die middelen worden uitgetest op jonge, ja, niet gezonde mensen, maar in ieder geval jonge mensen met verder geen andere ziektes. En terwijl juist heel veel mensen met kanker, die hebben ook andere medische aandoeningen. Hoe staat u erin en uw groep? Ja, fijn dat u dat vraagt. Want ik ben namelijk helemaal niet zo blij met zo'n kop van eigenlijk werkt het helemaal niet. Want overal wat je ziet is dat het maar een bescheiden effect heeft. Maar het is te vroeg. We weten eigenlijk niet welke subgroep van patiënten, en dat kunnen karakteristieken zijn of tumorkarakteristieken, bepaalde mutaties in een tumor of whatever. En die patiënten, dat zie je soms ook aan die overlevingscurves, die platten op een gegeven moment af en er blijft een groep over die gewoon overleeft of soms zelfs geneest. En dat weten we nog niet op het moment dat het op de markt komt. Dus daar ligt onze uitdaging om niet het kind met het badwater weg te gooien, maar om een route te verzinnen om te zorgen dat het op een begeleide, gecontroleerde manier wel toegankelijk wordt. Met prijsdruk, met ook echt vanuit de experts een voorstel of een protocol hoe je dat dan in kan zetten. Dus voor die groep patiënten die een vader heeft. En dat is heel lastig voor de klinische studies te onderzoeken, dat je hele grote. Nou nee, dat is dus. Er zijn allerlei designs mogelijk om, wat ik net ook al zei, net als in het Orphan Drug Access Protocol, je kan soms per patiënt bijna beoordelen of iets werkt of niet. En dat zijn andere manieren om ernaar te kijken. En dat moeten we echt gaan doen, want anders gaan die innovaties allemaal aan onze neus voorbij. Dus ik heb al meteen op zondag natuurlijk weer een boze brief geschreven, maar die zit nog in mijn mailbox hoor. Maar ja, dan denk ik, ja, deze kant moeten we niet uit. Jos, dan Bram Douwe. Jos is in. Ja, Jos van der Meer, mooi verhaal, Carla. Geld, 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 zei je. En dat heb je dus in die hele ketting nodig. Ook voordat je je ophangt aan één farmaceutische industrie die bij wijze van spreken voor jou wel wil doorontwikkelen. En we hebben hier, ik denk 10, 15 jaar geleden in deze academie ernstig gepleit voor een soort nationaal fonds waar iedereen zijn geld in kwijt kon, om dan in gezamenlijkheid die geneesmiddelontwikkeling te doen. En je zou eigenlijk van de NFU verwachten dat die daar veel meer het voortouw in zou nemen. Nou, daar is meestal het hemd nader dan de rok en begint iedereen weer, zodra ze weg zijn, voor de eigen winkel te preken. Maar het zou dus goed zijn als er een soort, nou ja, toch meer Universitas Nederlandica zou zijn voor de UMC's, waar dit probleem nou eens echt krachtig getackeld wordt en waarbij dan een fonds ontstaat waaruit je kunt putten, juist voor dit soort ontwikkelingen waar je anders permanent loopt te leuren om geld. Ja, helemaal mee eens. En ik denk zelf dat het misschien ook een idee zou zijn dat er kleinere, kortere subsidies gegeven worden voor bijvoorbeeld een volgende stap. En soms heb je fantastische trajecten, maar dan uiteindelijk komt er niks uit. En dan wordt het hele traject al voor zoveel miljoen gefinancierd. Richt dat nou ook een beetje anders in, zodat meer mensen even een zetje kunnen krijgen om te laten zien wat echt gaat werken. Als ik me goed herinner, was er in Canada zo'n soort fonds. Maar misschien dat Douwe Breijmer dat beter weet dan ik. Dus, We zullen het gaan checken, Douwe. Ik zit al met een...
microfoon. Ja, maar die vraag ga ik niet beantwoorden. Er zijn in andere landen wel voorbeelden. Maar wat mij betreft, Carla, heb je de KNW-penning zeer verdiend. Omdat je ongelooflijk vasthoudend bent om dit tot succes te maken. En daarmee ook een enorme voorbeeldfunctie in Nederland vervult. Dus complimenten, dat in de eerste plaats. Een korte vraag over die snelheid van die trajecten. Maak je ook gebruik van conditional release? Namelijk waarbij dus niet de definitieve goedkeuring al nodig is, maar wij tijdens het traject, laten we zeggen, dingen kunnen doen door te monitoren, zodat je uiteindelijk veel gerichter en ook sneller uiteindelijk je registratie kunt bewerkstelligen en ook zin kunt overtuigen, omdat je het in een meer een real world population hebt gedaan, dat het voor vergoeding in aanmerking komt. En ken je daar voorbeelden van vanuit de EMA dat het op die manier... Ik bedoel, we kennen natuurlijk exceptionals en conditionals. Ja. Nou, dat voorbeeld ken ik niet. En dat komt omdat de industrie er heel weinig gebruik van maakt. Want die zijn namelijk bang dat je dan al in het voortraject, tijdens dat traject, al een prijs moet afspreken die veel lager is dan die ze er uiteindelijk voor willen hebben. Ja, dus ook daar zit weer, laten we zeggen, een soort economisch belang achter, wat die ontwikkeling in ieder geval niet stimuleert. Nee, en ik merk ook dat fabrikanten vaak terughoudend zijn om al vroeg in de fase het beschikbaar te maken, compassionate use, early access, dat soort zaken. Mooi. Omdat ze heel bang zijn voor allerlei adverse events die ze allemaal moeten rapporteren. Cool. De allerlaatste vraag. Ja, Carla, ontzettend bedankt voor je mooie presentatie. Lien van der Rijt, ministerie van VWS. Ja, we luisteren hier al met pijn in het hart natuurlijk al enkele jaren naar. En ik was heel erg benieuwd naar jouw perspectief op, als je die hele stappenplan ziet, hoe zou het Zorginstituut haar beoordeling, haar HTA-proces hier ook goed op kunnen aansluiten? Wat zijn concrete stappen die zij nu al kunnen doen? Ze proberen natuurlijk al meer te kijken naar hoe kunnen we real-world evidence gebruiken en dat ook meenemen. Ik denk wat er net werd gezegd, sluit daar ook al een beetje op aan. Maar ik was eigenlijk nog wel benieuwd naar jouw perspectief daarop. Ja, ja, ODAP is echt met ZN, niet met het Zorginstituut. Wat heel goed is, denk ik, in het ISA, in het Integraal Zorgakkoord, heeft de minister ook aangegeven dat we veel meer moeten sturen op passende zorg, ook vooraf. Dus we krijgen geneesmiddelencommissies gekoppeld aan de wetenschappelijke verenigingen. Die kunnen veel meer in het begin al een advies geven over een nieuw geneesmiddel van hier zijn eigenlijk geen problemen mee, of hier is heel veel onzekerheid over, of dit willen we helemaal niet in Nederland, of daar moet een begeleid traject op. Ik denk dat we daar heel veel aan gaan hebben. En vervolgens moet daar dan wel structuur en financiering voor zijn. Want die dokters die in die ziekenhuizen zitten, die kunnen niet nog eens eventjes allerlei doelmatigheidsinitiatieven aan de voorkant erbij gaan doen, zonder dat duidelijk is wat wordt er precies van je verwacht en dat er geld voor komt. Want er is ontzettend veel belangstelling voor binnen de academische huizen in ieder geval, ik denk ook andere ziekenhuizen, om dit soort dingen te doen. Maar het is gewoon niet geregeld. En ook als wij bij het Zorginstituut een advies geven over een geneesmiddel en de beroepsgroep zit aan tafel. Denk nog maar aan Utrecht met die nieuwe geneesmiddelen voor SMA. Spinale spieratrofie. Die dokter die zit met zijn handen in zijn haar, want die krijgt al die patiënten en er is niks geregeld om zijn register te financieren, om het onderzoek te doen, om een advies te geven. Dus dat even terug aan de minister graag. Oké, wel, dat is een mooie boodschap. Ik had nog een laatste vraag, als dat nog kan, gegeven tijd. We lopen al iets uit, hoor. Pankras. Eén laatste vraag dus. Ja, Carla, Pankras Hoogendoorn uit Leiden. Je plaatst het nogal in het goede Nederlands mutual exclusive, dus academia of industrie. En Nederland is behept met een vrij sterke farmaceutische industrie. Zijn er nou niet goede modellen mogelijk? Er zijn genoeg voorbeelden van een co-development, waarbij je de strongholds van de academie gebruikt en die van de industrie. Moet toch juridisch goed te regelen zijn, zodat je de snelheid die meestal het bedrijfsleven wat wel kan hebben, een aantal van die lastige onderdelen van het traject kan combineren met het vernuft van de Zeker. Academie. Nou, dat Pankras, dat was
wat ik bedoelde te zeggen eigenlijk. Hè. We moeten elkaar juist vinden in dat midden waar we allemaal een win zien. En dat moeten we eigenlijk vanaf begin af aan doen. Dus betrek nou zo'n commerciële partner, maar maak daar wel meteen dan afspraken mee. Dat je op de lange termijn ook vooruitkijkt van hoe komt het dan uiteindelijk bij die patiënt terecht. Dat is een heel klein beetje mijn boodschap geweest hier. En ik denk juist dat we heel veel aan elkaar kunnen hebben. Dus helemaal mee eens. Nou, dan heb ik de laatste vraag. Dat is, vind jij dat organisaties als ZonMW of KWF of de Hartstichting die klinische studies financiert, dat ze dat niet moeten doen in de vorm van een gift, maar in de vorm van een investering? Met andere woorden, ze een aandeelhouder worden van het gebeuren en derhalve ook mee bepalen wat de prijs is, waar ze via een gift natuurlijk niks over te zeggen hebben. Ja, een model wat ik nog niet heb bedacht. Het zou misschien kunnen werken. Dat zouden we moeten uitproberen of dat inderdaad werkt. Wat ik net ook aangaf is dat je het misschien wel, wat natuurlijk in dit soort modellen vaker is, dat je het dan ook opknipt in milestones. En ik kan me daarbij iets voorstellen dat je gewoon wel iedere keer kijkt van, is dit nou een casus die echt gaat werken, die de eindstreep zou kunnen gaan halen. Zo, dus we moeten ook meer wat dat betreft businesslike gaan denken. Ja. En dat zou misschien ook kunnen met subsidiegevers. Cool. Nou, dankjewel. Ik denk dat de consensus is dat de academiepenning de jouwe blijft. En nogmaals, ontzettend dank voor dit verhaal. En dan gaan we door met de nieuwe leden. En de nieuwe leden, dus wij doen dit nu iets anders. Jullie geven alle vier een verhaal en daarna gaan we vragen stellen. Dus jullie hoeven niet bang te zijn dat iedere presentatie ook met een zo'n indringende discussie gevolgd wordt. En het doet mij, het is een eer ook voor mij om Reuven Agami te introduceren. Reuven kwam jaren geleden naar het Nederlands Kankerinstituut. Daar ontmoette ik hem ook. En toen ben ik begonnen om hem Nederlands te leren. Maar het is maar voor een deel gelukt. Want hij tot dit niveau gelukt. Ja. Maar Reuven heeft in die tijd ook al hele belangrijke ontdekkingen gedaan. En een van zijn highlights ook is eigenlijk een factor die heet P-super. En dat super, dat betekent iets anders dan het super is. Maar in feite is dat wel een superfactor. Wat eigenlijk over de hele wereld gebruikt is. En wat eigenlijk silencing van genen toegankelijk maakt voor iedereen. Maar dat is niet het enige. En ik weet zeker dat Reuven ons een exposé gaat geven van alle dingen die hij in de jaren ontwikkeld heeft op het Nederlands Kankerinstituut. Zo, Reuven, welkom. Dank je wel, Jacques. Ik ga het in het Engels doen, omdat ik vind het prettiger. En ik wil dat jullie ook mij verstaan een beetje. I'm not going to talk about the past. I really want to focus on the discoveries that we have done in the past 2-3 years, and that is concerning the behavior of cancer cells that is different from normal cells, and how can we use it for to improve immunotherapy in the future. I'm Reuven Agami, and I am at the Netherlands Cancer Institute, and I'm a molecular biologist and a geneticist. In the patient, the tumor in a cancer patient, the tumor is growing, and in the body, and metastasizing, and it does not really a simple process. Of course, the body has middles and things to counteract it and restrict the growth. And what the tumor does is, in almost all tumors, they really upregulate via oncogenes and tumor suppressors the production of proteins. And that's one way to increase the cell proliferation and growth and metastasis. So this uncontrolled protein production really fuels the unrestricted proliferation. This is occurs, as I mentioned, in all tumors. So what is protein synthesis? Well, you see here in the right, these are proteins, and proteins are built from polypeptide chains, and these polypeptide chains are built from amino acids. And we have about 20 amino acids available to build these proteins, and this is the order of the amino acids in the protein
that really gives it in functionality. And proteins are the functions that the cells execute and in our body. And this process of amino acids making the polypeptide chains is called mRNA translation or messenger RNA translation. All right, so what is mRNA translation? Well, our bodies, our genome is built out of genes, and these genes are what we call transcribed, makes mRNA, and this is messenger RNA. And the messenger RNA is a gene unit consists of three features that are important here. It's the start of the protein synthesis, the stop of the protein synthesis with contamination, and in between the coding sequence. And this coding sequence is built of nucleotides, and these nucleotides have, and that's important, every three nucleotides is one codon, and every three nucleotides is one codon that is translated to one amino acid. And this is the code of producing this amino acid in a different, in a certain order. And the to the right, you see the let's say the table of the codon usage, where the codons are translated to every amino acid and stop codons and start. However, cancer cells, you can see here at the bottom and the above, deregulating, are inducing a protein synthesis by loading ribosomes, simple to say, to the mRNA. And by that, there are many ribosomes on the mRNA, and therefore, the ribosomes are the machineries that really translate the mRNA to the polypeptide chain. And so they load more ribosomes, and therefore the proteins are made constantly. So, and the question we ask is very simple. What happens to this uncontrolled protein synthesis when we produce a roadblock, a very specific roadblock into this mRNA? And this roadblock, for example, in this case, is, if you look here at the letters, is taking away one of the letters. Let's say here, this W, which we will discuss further, is not available for the cell, for the machinery. So what happens to this? In cancer cells, in normal cells, what happens is that the ribosome, the machinery will stop and wait until the other the amino acid is available, or it will just dissociate from the mRNA. So in the so this W is actually in amino acid is tryptophan. This is the amino acid itself. Is the largest subunit and the largest amino acid available. It's decoded by a single codon, which is called UGG. And what it means is that it's for our bioinformatician an easy task because we don't have to have really a lot of complications. It's an essential amino acid, which means that we cannot produce it ourselves in the body, but we have to get it from the food. So when it's not available in a cell, there is no way to get it except from outside. And most importantly, it's involved in immunological processes that I will describe in a second. So, so you know, in our body we have an immune system, and the immune system has cells to combat other cells, to recognize and to kill other cells that are infected with the virus or have mutations, such as tumor cells when they have oncogenes. And one of the specialized cells are called T cells or T lymphocytes. They are able to recognize tumor cells, for example, where they express these oncogenes, and these proteins are exported and degraded and are present in the outside of the cell for the T cells. So the T cells unleash an attack. They recognize the tumor cell. They secrete a cytokine called interferon gamma, which has a lot of responses in the tumor cells. But the tumor cell does not sit alone, and by itself it has also
ways, found ways to react to this. And one of the ways is that it degrades tryptophan. So it degrades it, it breaks it down to a metabolite called canurinine, and this canurinine goes and diffuses to the T cells and stops its activity. So the tumor cells produce a lot of this canurinine to get really down the T cell attack, and by that can survive. But at the same time, they also have a tryptophan shortage. And we ask, okay, what happened to these cells when they have this tryptophan shortage? So here's this just to show you that in the left, you see when we measure tryptophan levels in cells were treated with interferon or with T cells, you can see that the level after 2 days is completely zero. On the right-hand side, you see global mRNA transduction that we measure by different ways. You can see that it's reduced, but the effect is still producing, albeit with 50% of the capacity. So what really do these tumors produce? This is really our fundamental question. So I would just, I will not show you the biochemical evidence, I will just illustrate it with this sentence. So this sentence says, the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences elect new members. You can notice that there is one W in this sentence at the right-hand side. And okay, what happened if you want to write this sentence without the W? So there can be two things. One is that every letter after this W shifts one to the left. This creates two new words that are not meant to be written and to pronounce, and that's a mistake. And this we call in a biological manner ribosomal frame shifting. The ribosome goes codon by codon, as I mentioned, three nucleotides, but three nucleotides jumps, but now it makes one nucleotide shift and goes three by three, so it now produces a different words from the that are not meant by the genome. Second thing is more subtle. We'll have one mistake at the it will add a different letter to this. In this case, F2, it will make a WF, and it's again a mistake, and we call it a W to F substitutions. It's a strange word because it's not really a mutation. So this behavior of cancer cell we call sloppiness, because slothide. Because they are not, they don't care anymore. As long as they produce proteins, they don't care what they produce. And in times of stress, when they don't have one amino acid, they will still produce, but then they will make mistakes. So there are two causals for this, and I'll just describe it very briefly. One is ribosomal collision. So I mentioned that ribosomes go and enter the mRNA continuously, and when you have a roadblock, the ribosome will move the, and will collide with each other, and by that push the ribosome that is next to the roadblock one nucleotide further, and it will continue. The second is a mistake in the enzyme that is important for the loading the W to the mRNA by the with the ribosomes to the ribosomes. This this makes a mistake. And when the W is not present, it will take an F instead and load it. And whether this is intentional or not, we don't know at the moment. It can be a mistake that is intentional. And it takes Y because F because this F is the phenylalanine, the structure of it is rather similar. It's the most similar structure to tryptophan. So it makes these two mistakes. And so what are the characteristics of this sloppiness? Well, the characteristics are that these are non-genetic mutations, so they are not in our genome. We can create them ourselves, or the cell creates them at will. They are inducible. We can induce it by, for example, interferon gamma, the cytokine. They are enriched in tumors. They are, we can hardly find them in, or almost not in, in normal tissues. They are common. This is very surprising, but we can find them, some of the mistakes happening again and again and again in different tumors and different cancer types. And they are presented as oncogenes. They are processed and presented at the surface of the cells and the tumors, cancer cells, and we can recognize, and they can be recognized by T cells, so the immune cells.
So this is illustration what happens. This is the sentence with a mistake, nef instead of new. This will be chopped and will present it at the plasma member, and this is available to T cells that can kill it. But they need to have this sensor here in yellow, the sensor to recognize it. And for this, we develop, there is a method to develop these kind of T cells that can recognize the mistakes. Right, so how do we see this proceeding to therapy in this case? It's called adoptive T-cell therapy. I think if we take a tumor, we can treat it with interferon gamma. This will generate a tryptophan shortage, which will generate these mistakes that will be presented at the surface of the protein. We can recognize these proteins that are presented at the surface by a method called immunopeptidomics, so we characterize them, we know who they are, and we can identify fight them and generate, again, T cells against them. These are special T cells engineered that have this TCR, this is a T cell receptor, this yellow thing, that can recognize very specifically the mutations of the substitutants, what we call, or the mistakes, compared to the wild type. And then they can unleash recognition and tumor killing. So I'll show you just for last slide, just an experiment we just concluded 2 weeks ago. Well, with this is experiments in mice. I know there's a discussion about using mice, but it's the only one thing we can do now. And where we transplanted a tumor into the fat bed of the mammary glands of the mice, let it grow until we can measure it. Then we injected twice interferon gamma, and after that, our specialized T cells. And what happened is that in the left side, you can see that these are on our left side, you can see this. When the tumor is, when we don't treat the tumor, we treat it with mock, it's still growing. We treat it with T cell, it's still growing. This is expected because they don't have any target. If we treat it with interferon, also nothing happens. It's still growing, but when we combine interferon gamma with these specialized T cells, we can attenuate tumor growth, showing in principle that this type of combined treatment can work. So, let me conclude then with the future directions where we go. First, we are talking now to clinicians, and we want to see if there is an opportunity for this type of treatment to try in patients, cancer patients. Second, we are just described to you one of these mistakes, but we have a dozen of them, and we can generate for each of them specific T cells, and we can combine them. This will kind of help to avoid resistance and avoid heterogeneity of the tumor, which faces the which we face always when we treat tumors. And beyond tryptophan, we believe that tryptophan is only one example, and actually it's the tip of the iceberg. And there are much more that now we discover, much more of this type of mistakes occurring in cancer patients. And we think that these mistakes tells us about the biology. Of how this happens, and also gives us more opportunities in the future for other types of therapies that we are pursuing. So what I described to you basically is the simple question that we had in the beginning led to really major discoveries in this field and opened up the discussion for more and more questions that we have now, which we will follow in the coming 5 to 10 years, I believe. So, I couldn't do it again alone. This, of course, is my group. I'm really very happy to work with this young team. Every one of them is very happy. I don't know, not happy really, but they look happy, but they work very hard. But I want just to highlight the three really involved in this project. Abhishad Pataskar, which is the bioinformatics, was responsible for all the bioinformatics work here, and the two molecular biologists, Julian and Renko. We could not do it without our collaborators here, the NKI facilities that supported our group a lot during the years, and our sponsors. So thank you for listening, and if there are any questions, I don't know. Will be at the end, yes. Given time. But again, it's always interesting to see how much work you have to do to identify sloppiness. So since 200 years,
zo'n 200 jaren kijkt de KNW al tandenknassend toe naar allerlei ontwikkelingen die gebeuren en die eigenlijk niet goed gaan. En dat is daarom ook voor een heel duidelijke reden dat wij natuurlijk dachten, hier moeten wat professionalisering binnen zien te krijgen in het ledenbestand van de KNW. En daarom is het ook heel mooi dat we hier nu Frank Lobbezo krijgen, die ons alles gaat uitleggen over de ins en outs van dit proces. Frank, de stage is yours. En welkom. Nou, allereerst super vereerd dat ik hier mag spreken. Heel spannend ook. En ik moet zeggen dat ik met een iets andere insteek mijn presentatie heb gekozen, omdat ik dacht het publiek zal vooral uit artsen bestaan. Dus ik ga denk ik vooral vertellen waar houdt de tandheelkunde zich nou mee bezig. En dan zoom ik vervolgens in op dat stukje tandenknarsen, wat toch wel een beetje een soort van een professionele hobby van mij is. Ik ben Frank Lobbezo. Mijn sectie is de sectie orofaciale pijn en dysfunctie. Ze doen ook heel veel met chronische pijnproblemen. Maar daar zal ik het nu niet over hebben, omdat ik een veel betere chronische pijnspecialist in de nieuwe leden heb mogen waarnemen. Ik werk bij ACTA. ACTA is het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam, de faculteit tandheelkunde van twee universiteiten. De Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. En dat is voor zover ik weet nog steeds een unieke situatie, dat er één faculteit bij twee universiteiten hoort. Dat heeft voordelen, maar het heeft ook een aantal nadelen waar ik jullie graag op een ander moment willen bijpraten. Voor wie het niet weet, we zitten op de VU-campus. We zijn 40% VU, daarom zitten we op de VU-campus. Vlakbij het, ik noem het nog maar even, het VUMC, Amsterdam UMC, locatie VUMC. Het is nog steeds in mijn ogen een heel mooi gebouw, volledig state of the art. Het staat er nu 10 jaar. We hebben een soort bijenkorfachtige hal, zoals jullie hier zien. We hebben een prekliniek die inmiddels alweer vernieuwd is. In onze kliniek, we hebben ongeveer 1000 tandheelkundestudenten rondlopen, over 6 jaar verspreid. En die moeten allemaal natuurlijk hun behandelplekken hebben. Dus het is één grote tandheelkundekliniek. We zien honderden patiënten per dag. En ik denk dat we een mooie faculteit hebben zo met elkaar. Jullie beeld van de tandheelkunde, dat zal waarschijnlijk dit zijn. Ik hoop dat jullie in de gaten hebben dat wij in de tandheelkunde heel erg hebben ingezet de afgelopen decennia op preventie. Dat heb je zelf als mens, heb je dat goed in de hand. Maar ook de preventie zal ook professioneel moeten worden uitgedragen en in de praktijk moeten worden gebracht. En er hoort natuurlijk ook die halfjaarlijks of jaarlijks controle bij. Ik hoop althans dat jullie dat allemaal ook ondergaan. En wat mag je dan verwachten van de tandarts? Nou, ik denk dat je mag verwachten dat hij kijkt naar caries. Dat hij de eventuele acute pijn die daarbij optreedt, dat hij daar adequaat op handelt. Dat hij ook kijkt naar tandvleesziektes, waarvan parodontitis natuurlijk een bekend, toch wel groot probleem is, vanwege ook de links met de algemene gezondheid. Treedt ook botverlies op. En tot slot mag je ook hopen dat deze tandarts ook oog heeft voor eventuele maligniteiten die zich in de mondholte in grote hoeveelheden kunnen voordoen, helaas. Dit is hetgeen waarvan ik denk van dat is tandheelkunde in jullie blik. Maar tandheelkunde is echt ook meer. En ik denk dat met name ook mijn afdeling, de afdeling orofaciale pijn en dysfunctie, zich bezighoudt met onderdelen waarvan jullie misschien niet direct zeggen van hey, dat is nou ook tandheelkunde. Zouden we ons bezig met slaapproblemen? Er zijn slaapstoornissen die raken aan de tandheelkunde. Denk bijvoorbeeld aan refluxproblematiek, waarbij als iemand slaapt de maagzuursubstanties in de mond komen en dat chemische tandslijtage kan geven. Het kan ook nog eens een keertje leiden tot intraorale tumoren. Het kan ook bijdragen aan ademhalingsproblemen vanwege het opzwellen van de structuren. Wat mij dan brengt bij een tweede tandheelkundig slaapprobleem, de obstructief slaapapneu, wat een groot probleem is maatschappelijk. En ook de tandarts speelt daar een rol in. Daar wil ik misschien bij een andere gelegenheid nog wel verder op ingaan. Maar dit is een groot deel van wat wij in mijn kliniek ook doen en in het onderwijs en in het onderzoek. Traditioneel houden we ons bezig met chronische orofaciale pijn, chronische aangezichtspijn. En een heel veel voorkomende daarvan is de zogenaamde temporomandibulaire dysfunctie. Dat is een musculoskeletale pijn van de kauwspieren en de kaakgewrichten. Maar ik wilde vandaag, omdat dat ook al zo blij werd aangekondigd, toch vooral inzoomen op de orale bewegingsstoornissen, waarvan bruxisme, het tandenknarsen en klemmen, toch wel de meest voorkomende en ook wel de bekendste is. Althans, dat is denk ik het beeld wat mensen hebben van als het over tandenknarsen gaat. Komt uit het Grieks, phrygmos ododon. En we hebben dat gedefinieerd op een hele eenvoudige manier. Wat is bruxisme nou? Het is altijd belangrijk dat we allemaal dezelfde taal praten. Nou, het is een zich herhalende kauwspieractiviteit
die bestaat uit klemmen en knarsen van de tanden en kiezen. Heel simpel. En het leuke is, je kunt het ook nog eens een keertje doen als je slaapt en als je daar, en als je wakker bent. Het is echt een 24/7 activiteit. Dus we kunnen daar heerlijk mee bezig zijn. Maar het is wel iets wat veel aandacht nodig heeft in de tandheelkunde. En ik hoop dat ik jullie na afloop van deze korte voordracht daar het een en ander over heb kunnen bijbrengen. Verbijten, dat is denk ik als je buiten de deur zegt van ik hou me met bruxisme bezig, heeft niemand enig idee wat dat is. Maar je verbijten, daar hebben de meeste mensen toch wel een beeld bij. En ik, geen Volkskrant, NRC dan in dit geval, daar heeft Kester Freeriks, meestal zijn het mensen die geen cijfersachtergrond hebben, een ikje geschreven, een heel kort stukje. En dat heet Tandknarsdagen. En ik wil dat toch even met jullie delen. Misschien hebben jullie het inmiddels al gelezen, maar ik lees het graag even voor. In het begin van het nieuwe jaar sprong een kroon van een van mijn kiezen. Ik belde de tandarts. De assistente zei dat ik niet de enige was. Het leek of collectief kronen waren gesprongen. Kwam dat door oliebollen waarin kiezelharde krenten waren verwerkt? Nee, antwoordde de assistente. De feestdagen zijn tandknarsdagen. Zo vrolijk zijn ze voor de meeste mensen kennelijk niet. Vooral 's nachts zijn slapers aan het tandenknarsen zonder dat ze het beseffen. Dan bellen ze de tandarts en suggereren dat het door iets in het eten komt. Maar het is anders. Ze verbijten zich. Kronen houden dat niet. Had u veel te verbijten? Ik herinner me het niet, maar hoe onthullend is haar vraag. Wat ik nou zo leuk hiervan vind, los van het feit dat het gewoon goed geschreven is, is dat er hier de emotie ook in zit. Er zit een stukje emotie in wat wij ook als professionals koppelen aan bruxisme. En kijk je dan ook naar de Vandalen, een andere hele mooie bron natuurlijk van informatie. Het zich verbijten, op zijn lippen tanden bijten, om zich in te houden van woede. Stukje emotie, pijn. Dat is ook een emotioneel gedeelte, en zijn verdriet verbijten. Met andere woorden, bruxisme en emotionele factoren zijn echt aan elkaar gelinkt. En ik wilde jullie daarom een zestal feiten over verbijten voorleggen. Omdat het anders, ik kan hier uren, dagen over praten, dat ga ik jullie echt niet aandoen. Maar het eerste feit, dat haakt even terug op die hele simpele definitie. En als je daar goed naar kijkt, dan zie je dat die definitie alleen maar gaat over anderszins gezonde individuen. Mensen die gezond zijn en tandenknarsen. Dat is een hele makkelijke groep. Maar er zijn ook heel veel orale bewegingsstoornissen, waar jullie als artsen veel meer van weten dan ik, die niet bruxisme zijn, maar er wel mogelijkerwijs op lijken. Zoals bijvoorbeeld orofaciale dyskinesieën, die als ze zich echt tot de kaak beperken, lijken op tandenknarsen. En dat geldt ook voor oromandibulaire dystonie. Als zich dat beperkt tot de kaak, lijkt dat op klemmen. Dat is voor tandartsen een enorme uitdaging om dat onderscheid te maken. Want met bruxisme kunnen we wat, maar met deze bewegingsstoornissen moet de patiënt toch echt naar de neuroloog of naar een andere medisch specialist. Nou, die mogelijke oorzaken zijn niet heel belangrijk, maar het zijn wel belangrijke oorzaken in de zin van dat zien wij bij bruxisme niet heel veel. Echte psychiatrische aandoeningen en medicatie als neuroleptische en dopaminerge medicatie speelt echt een belangrijke rol hierbij. En dan een hele interessante ook, die orale bewegingsstoornissen, dat kunnen ook focale manifestaties zijn van gegeneraliseerde bewegingsstoornissen. Denk aan de idiopathische torsodystonie, het scheve hoofd, zeg maar, de scheve nek. En ook de ziekte van Parkinson werd net ook al even gememoreerd, waar wij bij ons op de afdeling ook in toenemende mate onderzoek naar doen. En dit is bijvoorbeeld een publicatie uit de European Journal of Pain, een scoping review waarbij we uiteindelijk concluderen na een heel lang verhaal dat mensen met Parkinson meer orofaciale pijn, meer kouproblemen en meer bruxisme hebben dan gezonde individuen. Dus die ziekte van Parkinson is ook in de tandheelkunde een hele belangrijke aandoening waar veel meer aandacht voor nodig is. Tweede feit. Bruxisme komt ontzettend veel voor. Ik wil het nog wat meer overdrijven dan het hier staat in de algemene bevolking. Ik zou de stelling bijna aandurven, jullie doen het allemaal. Alleen niet iedereen heeft er ook last van. Nou, hoe meten we dat dan? Je kunt het door zelfrapportage doen. We kunnen ook polysomnogrammen maken, hè, als het over slaapbruxisme gaat. Helemaal goed. En er komen een paar hele duidelijke lijnen uit naar voren uit dit soort onderzoek. Er is best wel veel onderzoek naar gedaan. Bijvoorbeeld dat bruxisme bij vrouwen en mannen in gelijke mate voorkomt. Dat is ook wel best wel weer uniek, want vaak zie je toch wel een geslachtsvoorkeur bij aandoening, hier dus niet. En het neemt af met het stijgen van de leeftijd. Hoe ouder je wordt, hoe beter het met je gaat. Ik begin langzaam maar zeker ook uit die leeftijdscategorie te geraken dat er veel bruxisme voorkomt. Dus dat is een hele fijne voor mijzelf. Nou, we doen zelf ook wel wat epidemiologisch onderzoek. We hebben dit samen met de TNO gedaan. Een representatieve populatie voor de Nederlandse bevolking van ruim 1200 mensen. Waakbruxisme in ongeveer 5% van de gevallen. En slaapbruxisme bij ruim 3 keer meer. Dus dit komt veel voor, maar dat is alleen nog maar bij mensen die het zich bewust zijn. Bruxisme, daar kun je ook
zeg maar, niet eens last van hebben, maar dat kun je ook hebben zonder dat je je daar bewust van bent. Dus echt, ja, het komt echt heel veel voor. Feit nummer 3. De etiologie van bruxisme is heel erg multifactorieel en dat sluit dan aan bij het jullie wel bekende biopsychosociale model. Uit al die categorieën komen factoren naar voren die een rol spelen bij bruxisme. We denken bijvoorbeeld aan bepaalde neurotransmitters zoals dopamine, balansstoornissen in het centraal zenuwstelsel. Genetica speelt een hele belangrijke rol ook bij bruxisme. Maar ook psychologische factoren als stress, angst en depressie. Daar moeten we echt op inzetten, ook in onze kliniek. En tot slot dan sociaal, noem het maar lifestyle factoren, roken, alcohol, koffie, bepaalde medicamenten die mensen gebruiken. Neem voor mij aan, hoe meer je rookt, hoe meer je drinkt, hoe meer koffie je gebruikt, hoe meer je knarst en klemt. Dat is eigenlijk de boodschap. Etiologie onderzoeken we nog steeds. Ik zie mensen al kijken van wat een treurig leven moet je dan hebben als je dat niet meer kan doen. Maar we hebben onlangs ook nog een groot onderzoek gedaan samen met mensen uit Brazilië en uit Canada. Een groot cohort van bijna 1000 mensen. En dat is best een unieke studie, omdat we daar niet alleen maar zelfrapportage hebben gebruikt, maar ook polysomnografie om vast te stellen of mensen bruxeren. Het is een uitermate duur onderzoek, maar dat hebben ze in Brazilië voor elkaar gekregen. En wij hebben daar met hen een netwerkanalyse op losgelaten. En dan krijg je dit soort plaatjes, misschien kennen jullie die wel. Hier zie je bruxisme staan. En het heeft maar één directe lijn, dat is namelijk met insomnia. Dat is een erg interessante. Je ziet dat er indirecte lijnen zijn met de psychologische factoren angst en depressie. En verder al die andere factoren die we hebben meegenomen hierin, die hebben allemaal wel een link met bruxisme, maar heel erg indirect. Dus eigenlijk hoe meer we dit soort dingen onderzoeken, hoe minder we weten. En dat vind ik aan de ene kant verdrietig. Aan de andere kant dan ook wel weer fijn, omdat dat in ieder geval de komende 10 jaar dat ik nog mag werken als onderzoeker, dat ik me daar nog mee bezig kan houden. Feit 4. En nu wordt het voor tandheelkundigen interessant. Het heeft een groot aantal mogelijke negatieve gevolgen. Een aantal zijn daar heel erg van bekend. Deze kennen jullie, Johan Cruijff. WK-finale 1974 was totaal relaxed. En toch zie je hier zijn masseterspieren, die grote kouspieren in de wang, op zijn wang liggen. Dat is hypertrofie. Ze hebben ook bij ons op de faculteit bedacht, het moet niet meer de masseterspier heten, maar de Johan Cruijffspier. Maar daar hebben de handen nog niet voor op elkaar. Pijn, daar wil ik het nu niet over hebben. Maar als je heel veel bruxeert, kun je ook pijn ontwikkelen, met name dus musculoskeletaal. En ja, dit kan ook gebeuren. Tanden kunnen breken, vullingen kunnen breken. En zelfs, zoals je hier ziet, implantaten kunnen het begeven als iemand heel stevig bruxeert. En tot slot gewoon gebitsslijtage. Als je heel veel knarst, slijt je tanden en kiezen gewoon af. En dan wordt het weer interessant. Dat gaan we dan onderzoeken. Dit zijn allemaal klinische feiten. Dit weten we in de kliniek. Ik heb vanmorgen nog patiënten gedaan. Ik zie dit soort dingen bij mijn patiënten gebeuren. Maar dan ga je het onderzoeken. Dan gaan we polysomnografisch gaan we slaapbruxisme vaststellen. En dan gaan we dat proberen te linken aan die gebitsslijtage. En dan vinden we het niet meer terug. Dus ook hierbij zitten we weer met onze handen in het haar van hoe moeten we nou ooit bewijzen wat we klinisch gewoon menen te weten? Hoe gaan we dat nou aantonen? Hoe gaan we daar nou een evidence base onder leggen? Dus dat is voor mij ook weer een uitdaging nog voor de komende 10 jaar om daar druk mee bezig te zijn. Nu wordt het wellicht nog interessanter. Want bruxisme was vroeger de schurk in de tandheelkunde. En nu vinden wij bruxisme misschien ook wel onze vriend. Zowel van de patiënt als van de tandarts. Wat zijn de mogelijke positieve gevolgen? Die masseterspier hier, als die aanspant en ontspant, zou een pomp kunnen zijn voor de grote speekselklier die hier ligt. Waardoor een droge mond wellicht voorkomen kan worden. Dus misschien heeft bruxisme daar een positief effect op de droge mondproblematiek. En ja, wel bekend ook als spieren aan botten trekken, dan neemt die botdichtheid toe. Dus dat betekent ook dat mogelijk te sterke botten daar ook een rol bij spelen. Maar dit vind ik zelf de allerinteressantste. Dit is CPAP, dat hoef ik niet meer uit te leggen sinds het debacle met Philips natuurlijk. Dat kennen jullie allemaal. Iemand met slaapapneu, die ademstilstanden, aan het einde daarvan heb je bijna altijd een kouspieractiviteit op het polysomnogram. Dus wij denken dat het weer openen van de luchtweg, dat dat gepaard gaat met een bruxismeactiviteit. Met andere woorden, wij moeten als tandarts ook gewoon afblijven van dat bruxisme als iemand een slaapapneuprobleem heeft of dreigt te hebben. Want van bruxisme, ja, daar ga je niet dood van. Ik zeg van slaapapneu kan je met een beetje pech toch doodgaan. En de laatste die is ook wel leuk speculatief. Jullie kennen allemaal Erik Scherder. Die heeft dit boekje geschreven, Laat je hersenen niet zitten. Dat gaat over beweging en cognitie. Kouwen is ook een beweging. Bruxisme is ook een beweging. En er staat een heel hoofdstuk in dat boek over kouwen. En het leuke is, ik heb met hem behoorlijk wat promovendi ook samen begeleid. Hij zit helemaal in de relatie tussen kouspieractiviteit en cognitie. En dat wilde ik op de volgende dia nog even kort laten zien met een systematic review wat daarover gedaan. Maar dit is een paradigma shift in de tandheelkunde. Bruxisme is niet meer alleen maar onze vijand, maar het kan ook onze vriend zijn. En tegelijkertijd
uitdaging ook weer voor die tandarts. Want nu heb ik een patiënt in de stoel die bruxeert. Wat ga ik nou doen? Vroeger ging ik gewoon behandelen. En nu moet ik gaan nadenken. Ik moet gaan nadenken, heeft deze patiënt misschien ook positieve gevolgen van zijn bruxisme? En als dat zo is, dan moet ik er vanaf blijven. Ik ga alleen maar behandelen als er echt ernstige gevolgen zijn. Het leven wordt uitdagender, maar ook moeilijker voor de tandarts. En dit is dat voorbeeld van dat systematic review wat ik noemde. Een leuke titel van Mastication for the Mind, door deze promovenda bedacht. En daar is een heel lang artikel. De conclusie is, kouspieractiviteiten zijn geassocieerd met betere cognitieve prestaties. Het komt uit dierproeven naar voren, maar ook uit humaanwerk. Dus die associaties die zijn er. Maar er moet nog wel veel meer onderzoek gebeuren om het ook echt te kunnen linken aan bruxisme. Laatste feit. Diagnostiek en behandeling van bruxisme vergt een multidisciplinaire aanpak. Het is natuurlijk een prachtig modewoord, maar dat is echt waar. Dat geldt zowel binnen de tandheelkunde. We hebben een team, ook op mijn afdeling, waar tandartsen werken, maar ook fysiotherapeuten en psychologen. Wij doen samen die patiënten. Niet alleen maar voor bruxisme trouwens, maar ook voor de chronische pijnproblematiek. Maar we werken in toenemende mate ook met heel veel medisch specialisten samen. En het is maar een willekeur voor longartsen, kanoartsen, neurologen ook heel veel, kaakchirurgen, anesthesiologen, klinisch neurofysiologen. We hebben ze nodig. En ik hoop op een gegeven moment ook, en dat is dan mijn persoonlijke wens, wat kan de KNAW voor, nou ja, dat komt straks als jullie me dat gaan vragen. Heel graag zou ik meer integratie willen tussen geneeskunde en tandheelkunde. Dat is echt een wens van mij. We hebben dat gepubliceerd in de Lancet al, een wens daartoe. Vanuit onze afdeling, waarin staat dat wij als geneeskunde en tandheelkunde meer samen moeten optrekken. Dus het medisch toptijdschrift, het tandheelkundige toptijdschrift is de Journal of Dental Research. Ook daar hebben we een vergelijkbaar verhaal geschreven. Iets uitgebreider, waarin we echt de lans breken van jongens, we moeten echt samen optrekken. En dat betekent dus dat we weg moeten van die scheiding tussen de tandarts en de arts. Maar dat we naar dit soort plaatjes toe moeten. Dat de arts en de tandarts echt gewoon van elkaar gaan houden, samen gaan optrekken. Gewoon, wij zijn deel van de geneeskunde. Ik kan ook zeggen, jullie zijn deel van de tandheelkunde. We moeten samen door. En dat zou ik echt heel graag willen. En daar wilde ik het bij laten. Hartelijk dank. Dankjewel, Frank. Nou, ik weet in ieder geval één ding zeker. Dat als blijkt dat het tandenknars goed is of slecht is voor ons, dat de KNAW het als eerste weet. Dus zodat wij onze hersenactiviteit op de juiste wijze kunnen stimuleren, dan wel uitzetten. Nou, het werd al daarnet gezegd en aangekondigd. Namelijk Judith Rosmalen is ook een nieuw lid. Zij is hoogleraar psychosomatiek aan de Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG. En weer opnieuw hebben we hier een lid wat echt gewoon helemaal bij de tijd past. Namelijk de discussie over wat zijn de langdurige psychosociale effecten van ziektes die er zijn. En we denken in dit geval natuurlijk ook aan alle mensen die nu COVID hebben en nu nog steeds problemen daarmee hebben. Dus ik zou zeggen, Judith, welkom en we kijken uit naar de presentatie. Oeh, is dat zo? In dat geval ga ik mijn inleiding aanpassen. Ik kijk eventjes naar de digitale. Oh, mea culpa, Maruska. Dan ga ik jou ook aankondigen. We zijn ook zeer blij als KNAW dat Maruska Rovers onze ranken komt versterken. En zij is hoogleraar medische technologie en innovatie aan de Radboud Universiteit en wetenschappelijk directeur van het TechMed Center van de Universiteit van Twente. En ik denk dat dat gewoon heel interessant is. Je zal zien hoe techniek in de geneeskunde steeds groter en belangrijker wordt. En dat komt ook gelukkig ook overeen met wat in de tandheelkunde gebeurt. Ja, dankjewel. Ja, het is een divers gezelschap, dat is wat ik ook leuk vind. Dus ik heb het de titel in het Engels, maar ik zal het wel in het Nederlands doen. No More Toys for the Boys, dat hebben jullie gezien. Maar ik ben wel modern, dus ook No More Pearls for the Girls. En ik wil jullie eigenlijk meenemen over dat medische technologie van alles kan veranderen, maar dat er ook wel uitdagingen in zitten. En die uitdagingen, daar kom ik zo wel op terug. Ik laat dit plaatje vaak zien. Als ik publieke lezingen geef, dan weet niet iedereen wie het is. Ik ga er eigenlijk vanuit dat iedereen weet wie dit is. Maar weten jullie ook wat dit is? Ja, de eerste ECG. Dus dit is de eerste Nobelprijswinnaar in de geneeskunde, Willem Enthoven. En dit is de eerste ECG-meter. Galvanometer toen nog genoemd. Dus hij zit hier in 3 zoutbaden om het ECG. Nu hebben we hem allemaal op onze watch. Hè? Dit is hoe innovatie gaat. Sindsdien is er wel meer veranderd. Dit is het andere plaatje. Dus sinds 1900, sinds de industriële revolutie. En nu zitten we op, als we alleen al in Europa kijken, naar medical devices, hulpmiddelen die op de markt komen,
Er zijn ongeveer 500.000 die de markt op willen. En dan heb ik het nog niet over alle apps. Als je in de Google Store kijkt naar de health-apps alleen, daar zit ook leefstijl bij in, zijn het er 900.000. In de App Store zijn het er net iets minder, maar ik verwacht wel dat er veel overlap is. En misschien zijn het er dus nog wel wat meer dan dat. En hier zitten dus dingen tussen waar we met z'n allen op zaten te wachten. Maar hier zitten ook dingen tussen waar we misschien wel niet op zaten te wachten. Of een van de onderzoeken die we hebben gedaan naar snijranden bij oncologie, hè, en allerlei soorten oncologie, dan willen we die marge opzoeken en of die snijranden schoon zijn in de chirurgie. Nou, er zijn er 25 technieken in de markt die allemaal ongeveer hetzelfde willen. In plaats van kijken welke is nu het beste voor welk type tumor en hoe kunnen we dingen combineren, proberen we het allemaal zelf naar de markt te brengen. Dus daar zit de uitdaging wat mij betreft. En wat we dan weten, en dit zijn oudere getallen, maar ik heb begrepen dat het in ieder geval in Amerika nog niet heel veel anders is. En ik denk eigenlijk dat het in Europa misschien met de nieuwe wetgeving ook nog wel spannender wordt dan dit. Maar we weten dat van alle nieuwe ideeën die we bedenken, 80% überhaupt niet op de markt komt. En van dat wat op de markt komt, dus wel voorbij CE komt, dat 70% na 2 jaar weer vanaf is. En dat komt dan omdat er of niemand op zat te wachten, of tegen de tijd dat het op de markt is het weer achterhaald en is er een nieuw knopje, of is al het tweede type device ook toegelaten op de markt en halen ze het oude er weer vanaf. En dan heb ik het nog niet over de uitdagingen van de MDR, waar we sowieso voor staan, waardoor bijvoorbeeld die zeldzame ziekte en medical devices, die legacy devices, die orphan devices, hebben sowieso een ontzettende uitdaging. Dus dat is niet alleen voor geneesmiddelen zo, dat is ook voor medical devices een enorme uitdaging. Dus het moet anders. Doet techniek dan niks? Nou, we zitten ook op techniek te wachten, want dit is het rapport van Gupta. Ik denk dat jullie het allemaal weten. WHR heeft ook een prachtig rapport geschreven. We hebben ontzettende dreiging van arbeidstekorten in de zorg. In 2030 135.000 mensen tekort in de zorg, en met name in de ziekenhuiszorg en de ouderenzorg. En wat Gupta heeft laten zien in dit rapport is dat dit de tekorten zijn, maar zij zeggen ook, ze hebben dat doorgerekend en ze zeggen, techniek kan het grootste deel oplossen van deze uitdagingen. Dus door techniek goed in te zetten, dus niet als add-on, maar als substitutie, zou techniek kunnen helpen om die zorgtekorten op te lossen. Wat denk ik deels waar is, maar niet helemaal, want wat Gupta niet heeft gedaan in dit rapport, of niet goed heeft gedaan in mijn ogen, beter had kunnen doen, is aardiger gezegd. Maar zij hebben opgeteld, iedere 10 minuten dat je een verpleegkundige vrijspeelt, hebben ze bij elkaar opgeteld. Ja, ik denk iedereen in dit domein weet dat als je 10 minuten vrijspeelt, je nog niet een patiënt opnieuw behandelt. Dus het gaat niet om die 10 minuten, het gaat echt dat je dan een verpleegkundige niet van een halve dag of een dag vrijgespeeld wordt. Maar het laat tegelijkertijd wel zien wat de kansen van die technologieën zijn. En dat als we ze goed inzetten, dat er wel degelijk veel kan. Maar wat we nu vaak zien, is dat we het erbij doen en niet in plaats van. En ook daarvoor zullen we in gesprek moeten, want we willen wel die mensen dan ook houden. Dus het moet ook geen bedreiging worden voor de mensen die al in de zorg werken. Dus het kan anders en het moet denk ik anders. We moeten echt naar een transformatie toe. En daar kan technologie bij helpen. Maar dat betekent dat we ook eerder, en dat sluit eigenlijk aan bij het verhaal van Carla, die ook zei, we moeten heel vroeg al met elkaar in gesprek. Dus geneesmiddelen en medische hulpmiddelen zijn volgens mij niet zo heel erg aan het gaan. Heel vroeg nadenken, wat is de toegevoegde waarde? Zitten we hierop te wachten? Deze patiënt heeft geen robot nodig. Die heeft gewoon een pleister nodig. Dus wat is er eigenlijk nodig? Wat is de toegevoegde waarde? Wat is de claim van zo'n nieuwe technologie? Wat is de effectiviteit of wat willen we zien straks? Willen we dan inderdaad overal survival zien of willen we kwaliteit van leven zien? Of beide? Want dan kunnen we aan de voorkant met elkaar overleggen en daar dan naar kijken. Passende zorg. Past het in dat concept van passende zorg waar we het nu over hebben? Draagt het bij aan de uitdagingen waar we voor nu staan? Betaalbaarheid stond vroeger op nummer 1. Ik heb hem al op nummer 4 gezet. Ja, het moet zeker betaalbaar zijn, maar er zijn ook heel veel andere uitdagingen. Bemensing en duurzaamheid, dat zijn eigenlijk 2 nieuwe, waar we de laatste jaren steeds meer zitten kijken. Dus ja, we moeten iets aan die bemensbaarheid doen. En duurzaamheid is ook een grote uitdaging, juist bij medische hulpmiddelen. Ook daar weten we van geneesmiddelen, die komen in het riool terecht. Maar het verdienmodel van de medische hulpmiddelen zijn de disposables. Dus op iedere robot gaat een plastic dingetje of de catheters wordt allemaal weggegooid. Het is gewoon het verdienmodel van die industrie. Dus ook daar zullen we wat aan moeten doen. Hoe we dat dan wegen? Nu kijken we naar kosten per quali.
Colly is al een onhandige maat. Maar hoe gaan we dan om met arbeidspotentieel? Hoe gaan we dan om met duurzaamheid? Gaan we dat in Colly's wegen? Gaan we dat in afval? Nou, uitdaging waar we methodologisch nog voor staan. Dat is mijn achtergrond. Ik ben klinisch epidemiologisch geschoold. Dus ik ben met name heel erg geïnteresseerd in hoe gaan we dat dan meten? Hoe gaan we dat dan doen? En dan is eigenlijk de claim, het is altijd te vroeg totdat het plotseling te laat is. Dit is een uitspraak van Martin Buxton. En daarin ga ik jullie meenemen ook. Want het is eigenlijk, en ik ga jullie overtuigen dat het nooit te vroeg is. Begin nou heel vroeg met nadenken. Want zoals Marion Dixon Wood zegt, we hebben allemaal last van het ugly baby syndrome. Of eigenlijk het niet zijnde ugly baby syndrome. Wij vinden ons baby allemaal even mooi. Maar als je een baby van een andere net uit ziet komen, denk ik toch, maar in het begin zijn ze niet zo heel erg mooi. En zo gaat het ook met innovaties. We zijn allemaal enthousiast en gelukkig maar over onze eigen innovatie. We denken allemaal dat dat het beste is. Maar de vraag die we onszelf moeten stellen is, is het ook echt beter? Waar draag ik iets aan bij? Wat gaat dit oplossen? Welk probleem? En wat we vaak zien is dat wij dan met één, de innovator, ik noem het heel vaak, het zijn heel vaak small and medium enterprises in de medische hulpmiddelen. En dat is wel een verschil met de geneesmiddelen, waar vaak natuurlijk grote farmaceutische bedrijven zitten, is dat bij de medtech vaak de kleine bedrijven. Maar die zoeken dan één dokter op die enthousiast is. En daar gaan ze mee door. Juist je criticasters opzoeken om het beter te maken. Doen ze vaak niet. En je moet dus vroeg beginnen met evalueren. Die ontwikkeling en evaluatie moeten hand in hand gaan. En of deze baby hier, wat u daarvan vindt, dan mag u fluisteren bij de borrel straks. Daarom hebben we het Ideal Framework ontwikkeld vanuit Engeland, maar met een aantal methodologen. Dus uit de chirurgie ontstaan voor chirurgische innovatie, maar wordt inmiddels ook voor medical devices toegepast. Het zijn 5-6 stadium, dus de preklinische fase, daar kom ik zo nog op terug, waar je al simulaties kunt doen, je stakeholders kunt betrekken, de claim kunt bekijken, de unmet need kunt bestuderen. Dan gaan ze naar het idee, eigenlijk de first in human. Ja, waar vaak één chirurg deed of één bedrijf start, om te kijken, is het wat? 2a is bij medische hulp met echte ontwikkeling, hè, want we gaan nog aan knopjes zitten. De tickering fase, hè, waar we dingen beter maken en nog proberen om het hulpmiddel beter te maken. 2b is dan de studie waar we iets grotere studies gaan doen, vaak cohorten, maar nog niet vergelijkend. Ook doet het wat? Hier stopt het vaak. Medische middelen stoppen heel vaak na 2b. Er zijn heel veel studies tot en met 2b. Omdat men ook hier het geld niet krijgt voor de grote klinische vergelijkende studies. Hetzelfde verhaal als straks. En dat is stadium 3, de assessment fase, waar je eigenlijk echt, nou, zeker als het een invasief device is, willen we toch graag een trial, denk ik nog steeds. Voor e-health denk ik dat het op een andere manier kan. Als het invasief in ons lichaam gaat, zou ik zelf persoonlijk wel graag een trial zien. En dan de long-term monitoring, want we hadden de lekkende borsten en de meshmatjes misschien wel niet gevonden. Of hebben we nu niet gevonden omdat we dit niet hebben. Dus bij geneesmiddelen is dat, moet je bijwerkingen melden voor medische hulpmiddelen. Was dat niet zo, is nu met de MDR veranderd. Alleen is de EudaMed waar dat in zou moeten nog steeds niet in place. Omdat we niet goed weten hoe we dat digitaal voor elkaar krijgen. Maar dit is dus het framework waar langs je die evaluatie kunt gaan doen. Maar wat doen we dan in Nederland en elders ook? We beginnen hier. Als we naar onze programma's als doelmatigheid kijken, dan doen wij toch heel vaak pas of een vergelijkende studie aan het eind. De Da Vinci robot is hier een prachtig voorbeeld van. Was op de markt en toen gingen we vragen stellen. Hij is wel heel duur. Is die wel effectief? Nou, wat bleek? Hij is net zo effectief nog steeds in de wetenschap als de dokter. Als de chirurg, maar wel heel veel duurder. Ben ik dan tegen robotica? Nee, robotica is de toekomst. Maar we hadden eerder moeten kijken, want dan hadden we met elkaar ontwikkeld en was de prijs misschien wel omlaag gegaan, omdat we het dan samen ontwikkeld hadden. Hetzelfde verhaal als bij de geneesmiddelen. Dus mijn claim is dat we hier zouden moeten beginnen. En daar hebben we de afgelopen jaar veel onderzoek naar gedaan. Begin nou eens vanuit die unmet need en ga dan ontwikkelen. Dat is andersom. Doen we dat dan niet? Nou, dit zijn 14 verschillende chirurgische devices waarin wij gevraagd hebben, met wie hebben jullie nu overlegd en gekeken wat er nodig is. Dus dit is diagnostiek, interventiemateriaal. Je ziet, ze hebben allemaal één medisch specialist geraadpleegd. Meestal iemand die enthousiast was. Soms technisch staf, heel soms nog eens technisch student. Twee keer een verpleegkundige. Ik mag hopen dat jullie allemaal zien wie er ontbreekt. Niemand heeft de patiënt gevraagd. En als je dan vroeg waarom niet in de interviews, dan was het schrikbarende antwoord, ja, maar dat is onze stakeholder niet. Die chirurg moet het toch gebruiken?
daadwerkelijk het antwoord. Niemand ging terug naar die patiënt. Nou, de methodologie die wij met de club ontwikkeld hebben in het kader van een visieproject de afgelopen jaren is eigenlijk, en dat doen we al, hè, dat vragen de meeste subsidiegevers ook. Kijk eens hoe goed we het nu doen. Voor een aantal typen, we hebben dat bijvoorbeeld met IKNL-data gedaan, borstkanker in Nederland doen wij best goed. De 95%, 5 jaar overleving ligt boven de 95%. Terwijl als wij naar alvleesklierkanker kijken, is dat heel anders. En natuurlijk gaat dat samen met aantallen. Maar bij prostaatkanker is de overleving heel, heel goed. Wat niet goed is, is de kwaliteit van leven van die mannen. Omdat we de prostaten vaak uithalen op het moment dat ze horen dat ze een tumor hebben. Met het gevoel dat ze incontinent en of impotent, of in ieder geval erectiele dysfunctie krijgen. Dus je zou aan een ander soort technologie kunnen werken. Nou, als je dan dat weet, zou je met alle stakeholders in gesprek kunnen om te kijken, wat is er dan nodig? Wat is dan die unmet need? Nou, dacht ik zelf dat we echt konden starten met bijvoorbeeld prostaatkanker en dan terugkijken. Nou, wat ik wel geleerd heb, is dat dat best lastig is. Het eerste waar met name patiënten dan op komen, is toch communicatie. Dus het helpt toch als je iets van de technologische ontwikkeling hebt om dan te vragen welke kant moet het op. En we hebben hier ook methodologisch naar gekeken. Als er heel veel oneenigheid is, kun je best interviews doen, omdat je dat anoniem kunt doen. Dan kun je in 2 rondes doen. En in de eerste ronde kun je dan mensen anoniem ten opzichte van elkaar laten zeggen. Iemand anders zei, maar dan weet je niet wie. Terwijl als je een focusgroep doet, dan kijkt iedereen toch een beetje naar de dokter in de zaal. Dus als er veel consensus is, dan kunnen focusgroepen heel erg goed. Als er veel oneenigheid is, dan kun je beter met interviews beginnen. Maar daar kun je dus iedereen betrekken. Terug. Als je dat weet, kun je het modelleren. We kunnen modelleren hoe we het nu doen, met besluiskundig modelleren. En kunnen kijken, hey, waar zit dan de verbetering? Waar zit ook de ruimte voor verbetering? Zodat je ook die klinische studies al kunt sturen. En dat geeft heel veel inzicht. Je weet waar de onzekerheid zit met besluiskundig modelleren. En dan kun je kunt ook kosten en effecten al meenemen. Dus je kunt kijken, hoe groot moet het effect zijn om de kosten terug te verdienen? We hebben het dan over, blijft het betaalbaar? Nou, dan kunnen we meemodelleren. En wat mag dan ook een nieuw medisch hulpmiddel kosten, gegeven de effecten die we verwachten dat het oplevert? Kunnen we het daarvoor maken, ja of nee? En het stuurt dus die klinische studies. En dit is iteratief, hè? Want na iedere ronde kun je weer terug. Ook na fase 2a van IDEAL, waar je geticket hebt of waar je een kleine groep hebt, kun je zeggen, hey, we weten al iets meer, kunnen we weer terugvoeren in ons model. En dat brengt mij dus bij waar ik begon. Ik denk dat het nooit te vroeg is om te beginnen met evalueren en dat de ontwikkeling, maken van producten, hand in hand moet gaan met de evaluatie. Want dit hebben we niet nodig. We maken echt apparaten waar mensen niet op zitten te wachten. Maar we hebben ze wel nodig om uiteindelijk een bijdrage te leveren aan dat waar we voor staan, qua uitdagingen in de maatschappij. Dank jullie wel. Een heel helder verhaal en dit gaat gegarandeerd ook door de KNW gebruikt worden. Want we hebben nog heel veel long these lines uit te zoeken. Dan de nieuwe leden vragen eventjes hier achter te gaan staan. En dan kunnen er vragen uit de zaal komen. En Judith, jij gaf al wat aan van wat je van de KNW verwacht. En ik vroeg me af, wat verwacht Frank bijvoorbeeld van de KNW? Wat ik van de KNW verwacht, dat is een andere vraag dan ik had verwacht, eerlijk gezegd. Ja, ik dacht dat die andersom gesteld zou worden, wat de KNW van mij mocht verwachten. Nou, wat ik van de KNW verwacht is dat dit gezelschap inspiratie gaat bieden voor mijn eigen onderzoek, mijn onderwijs en mijn zorg. In de zin van dat we als tandheelkunde proberen wel erg uit die koker te komen. En dat zou ik echt heel erg graag willen, dat we daar totaal uitbreken. Ik denk dat ik vanuit de KNW ook heel veel inspiratie kan krijgen hoe we die door mij diep gewenste integratie van geneeskunde en tandheelkunde echt daadwerkelijk kunnen gaan bewerkstelligen. Dus ja, dat is wel wat ik van de KNW verwacht. Dat we met elkaar daarin kunnen optrekken en we uiteindelijk gewoon één geheel kunnen worden weer zoals het vroeger ook was. Niet alles dat van vroeger was beter, maar dat tandheelkunde en geneeskunde maar één geheel waren, dat spreekt mij wel heel erg aan. Ja, nou, de eerste stap lijkt genomen te zijn. Ik vroeg me af, Roeven, denk je dat de KNW dus nou iets meer moet gaan doen dan sloppiness? Of moeten ze toch... Nou, ik denk meer over ethische dingen. En dat denk ik wel een mooi onderwerp dat de KNW kan
kan helpen. Met de nieuwe technologie in medische wetenschap kan je heel veel dingen doen. Vooral bij CRISPR en allerlei andere dingen. En de maatschappelijke, je moet gewoon besloten worden wat je kan doen en wat je mag doen. En wat gebeurt als je iets doet dat je niet mag. Mm-hmm. En ook over de kwaliteit van wetenschap. Het is belangrijk dat mensen niet frauderen en allerlei andere dingen. So, dat is ook belangrijk dat en ik wil ook meedoen aan de discussie over zulke activiteiten. Ja, we weten natuurlijk nu ook dat er een Academy of Engineering aan het ontstaan is in Nederland. Dus de vraag, dus Maruska ziet de vraag al aankomen. Hoe zie jij dat eigenlijk zich ontwikkelen in het kader ook van KNW en dat andere instituut, zeg maar? Ik was in ieder geval lid van ACTI, hè, maar ACTI heeft zichzelf opgeheven per recent. Alle andere Europese landen hebben een Academy of Engineers. Het idee was natuurlijk dat het misschien wel onder de vlag van de KNW. Dat is nu niet gebeurd, dus het gaat ernaast, maar wel in goed overleg. Ja, en ik vind het wel jammer dat het niet onder is ook, omdat ik echt denk dat we elkaar nodig hebben. Eigenlijk wat Judith net zei, sprak me ontzettend aan. Het gaat over interdisciplinair met elkaar dat doen en op een andere manier kunnen uitdragen van dingen. Dus ik denk inderdaad dat bijvoorbeeld kunst met ook de uitdagingen waar we bijvoorbeeld met ChatGTP mee te maken krijgen ook kan helpen om mensen daar bewust van te maken. Dus ik hoop eigenlijk dat die Academy of Engineering ook de KNW weet te vinden en daarin samen op weet te trekken. Ja. Zijn er vragen uit de zaal? Het mogen algemeen, het mogen heel specifieker zijn. Jos, zie ik daar zo... Een vraag die we jaar in jaar uit aan nieuwe leden stellen is: wat kun je doen voor de KNW? Dan zeg je, nou, ik wil heel veel doen voor de KNW. En daar komt dan uiteindelijk vaak weinig van terecht. Dat klinkt heel mopperig en pessimistisch. Maar de vraag is natuurlijk: hebben jullie zijn gekozen als actieve wetenschappers? En we proberen mensen, laten we zeggen, niet op hun 65ste te benoemen, maar eerder. Dus als ze nog echt actief zijn. En dus antwoord op de vraag wil ik graag horen van ieder. Heb je het niet te druk voor de KNW? Ja. Heb je er wel tijd voor? Het is iets andere vraag dan een andere vraag, maar goed. Ja, maar wie moet beginnen, Jos? We hebben het allemaal te druk overal voor. Dus tijd moet je overal voor maken, toch? Dus ik hoop het niet. Ja, ik zit met mijn reistijd altijd natuurlijk. Vandaag ruim 4 uur enkele reis. Dus, maar ik ben ontzettend blij dat ik lid ben geworden. En ik zie heel veel mooie onderwerpen, zoals ik net al zei. Dus ik hoop toch echt wel dat ik een actieve rol kan spelen. Ik speel in het Radboud ook een rol met oefenen met Veni, Vidi, Vici. Dan vraag ik dit ook wel eens. Heb je niet al heel veel, moet je nog wat? En Teun Bouwsma, die antwoordde dit jaar heel mooi. Die zei, ja, als je nou mensen iets wil laten doen, moet je het juist aan drukke mensen vragen. Want die hebben ook al laten zien dat ze veel doen. En die doen dan vaak ook nog wel een stapje extra. Dus misschien geldt dat ook wel voor ons allen. Ja, Teun is er niet, maar... Nee, wat wou ik zeggen. Die is vorig jaar benoemd. Hij heeft ze best een beetje voorgezet, maar... Wat je van mij mag verwachten is, denk, nou, als het dus over die discussie gaat of die link naar de Academy of Engineers, hè, dus dan, ja, ik vind het ook leuk om interdisciplinair bezig te zijn. Ik vind het ook leuk om beleidsadvies te geven. Ik was ook voorzitter van de gezondheidsraadadvies. Ja, dus daar mag je me altijd voor vragen. En ik denk inderdaad die rol van intimidatie. Ja, dat hele grijze vlak, dat zie ik ook nog te veel in met name de UMC-kant. Dus ook daar zou ik wel heel graag mijn beste beentje voor willen zetten om daar hopelijk iets in te verbeteren. Ja, ik denk dat er tijd voor te maken moet zijn. Ik heb geleerd eigenlijk door schade en schande keuzes te moeten maken in het leven. En daar hoort een keuze voor het creëren van tijd voor de KNW ook bij. Ik hecht erg veel belang aan deze academie. En er moeten gewoon mooie dingen gebeuren. U noemde net de passie voor het onderzoek. Dat hebben we denk ik allemaal. Maar ik heb ook met name ook een passie voor zorg en onderwijs. En ik denk dat als hier initiatieven ontplooid kunnen worden om ook het academisch onderwijs te stimuleren, op een hoger plan te krijgen, meer te integreren. En daar kom ik daar weer op. Ja, daar wil ik me uitermate voor inzetten. Dat kan ik bij deze toezeggen. Daar ligt echt wel een passie van mij.
Ja, eigenlijk heb ik niet zoveel toe te voegen. Ik zou ook tijd volmaken. En mijn kennis in wetenschap en technologie erin stoppen. Als ik denk aan een breed thema wat onontkoombaar op ons afkomt en dat per definitie interdisciplinair is. Maar wat mij qua achtergrond eerst toch bij jou brengt, Mariska, is de artificial intelligence. We waren eigenlijk gewend om te gaan met tools. We moeten nu een beetje wennen, hoewel het eigenlijk al wel langer gaande was, hoe tools met ons omgaan. En bepaalt dat ook in hoge mate jouw agenda nu? Zit daar ook niet een innovatie in ten opzichte van bijvoorbeeld de periode dat ik MTA leerde? Hoe ga je dat aanpakken? En wat is het interdisciplinaire aspect daarin, naar jouw idee? Hier zitten twee kanten aan. Dus inderdaad, ja, dit maakt deel uit van ons alle bestaan. Want vroeger waren er geen robotica en die gaan een rol spelen. Vroeger was er geen AI en die gaat een rol spelen. Aan de andere kant denk ik dat het juist iets van de KNW is. En dan inderdaad interdisciplinair om ook de gevaren ervan wel mee te nemen. Want wij weten, onze bronnen, en ik gebruik het absoluut, ChatGTP, dus ik ben niet een non-believer. Het is heel erg handig om het af en toe te gebruiken om een beginnetje te maken. Maar ik weet precies wanneer het niet klopt en wel klopt. Nu nog, omdat ik mijn bronnen ken en mijn achtergrond ken. Mijn kinderen weten dat al niet meer. En het hangt vast aan associaties, heb ik van de week geleerd. Het is geen causaliteit. Daar moeten wij dus wat mee. Wij zullen daar heel bewust mee om moeten gaan. En ook de bewustwording dat het associaties zijn en geen causaliteit, dat is denk ik juist een taak voor de KNW. Om dat heel erg naar voren te gaan brengen. En dan liefst op verschillende manieren. Want zodat vanuit een wetenschappelijke hoedanigheid zijn, dus juist die kunst daarbij betrekken en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Ja, daar zie ik echt een rol voor een club als de KNW. Ik had er... Microfoon. Ja, ik heb eigenlijk een hele simpele vraag, ook aan jou. Ik vond je verhaal natuurlijk wel interessant en relevant, maar wel heel globaal. En wat ik miste was wat voorbeelden van die medische technologieën, het soort medische technologieën die gewoon mislukken, hè, in de praktijk. En een paar voorbeelden van die wel zijn gelukt, wel geslaagd zijn. Daar kunnen we van leren, als we weten wat soort mislukt, wat soort geluk lukt en wat de rol van de patiënt en van de arts erbij is. Ja, dus die wel gelukt zijn de minimaal invasieve chirurgie, om er maar eens één te noemen. Is van lange geleden, maar dat is één die heel duidelijk is. Hè. Dus een klein gaatje in plaats van een groot gaatje, waardoor je gewoon sneller herstelt, om maar een hele duidelijke te noemen. Ja, eentje die in mijn ogen niet goed is gegaan, is de Da Vinci-robot. En niet dus dat robotica niet werkt, maar die hebben we niet goed naar de markt gebracht. Ja, zo zijn er wel heel veel meer voorbeelden van de niet dan van de wel, hoor. Dus ook dat is denk ik een les. De borrels wachten, dus laten we niet te lang maken. Maar... Dankjewel, mijn naam is Mireille Pluigers. Ik ben arts en gezondheidswetenschapper. Ik had een vraag voor Maruska Rovers. Je noemde net de MDR en de Europese wetgeving. Gaat die de wetenschap vooruit helpen of tegenhouden? Kan je daarop reflecteren? Toen ik 10 jaar geleden in dit, want ik kom eigenlijk uit het doelmatigheidsonderzoek en ben naar voren geschoven, toen dacht ik echt dat we wetgeving nodig hadden. Ik vond het zot dat wij lekkende borstimplantaten hadden, die meshmatjes die er massaal uitgehaald werden en dat we dat niet wisten te voorkomen. Dus ik was een groot voorstander van wetgeving. En ik denk ook dat dat helpt, omdat we dan nu dat wel bijhouden, zouden we het in ieder geval eerder. Ik weet niet of we het helemaal hadden kunnen voorkomen, maar we hadden niet al duizenden vrouwen die meshmatjes gehad. Nu zien we dat het zo overgereguleerd wordt dat ik bijna omsla. Want nu gaan we de geneesmiddelen achterna. En gaat iedereen, alle bedrijven in Europa, gaan eerst naar de FDA. Omdat die wel in gesprek gaan, sneller zijn. En er komen dus heel veel technologie die nu niet op de Europese markt komt. Dus het is zijn doel voorbijgeschoten. Dus op het moment zie ik het als een bedreiging. En geldt dat ook in de tandheelkunde bijvoorbeeld? Geldt dezelfde problemen? Of is dat... Ja, we hebben in de tandheelkunde natuurlijk enorm veel met hulpmiddelen en met materialen te maken. En ja, voordat je ook maar iets in de mond doet, moet dat uitermate goed worden getest allemaal. En die regulering, ja, dat vertraagt. Maar ik denk dat die wetgeving wel belangrijk is. Uiteindelijk is het ten bate van de patiënt. De patiënt die heeft er baat bij dat de dingen die we in de mond aanbrengen, ook de hulpmiddelen, zoals bij slaapapneu, die snurkbeugels die wij dan maken, dat het gewoon goed getest is. Dus wetgeving ja, maar wel graag binnen grenzen, want ik zie wel dat het heel veel tijd kost en heel veel geld kost.
Het is helemaal eens. Dat zei ik net ook. Ik wil een trial zien voor als het invasief in mijn lichaam is. Maar we lijken nu één mal te maken dat ook e-health daardoor heen moet. En we moeten veel onderscheidender durven te zijn. Net zoals dat voor de geneesmiddelen geldt. Dus we kunnen beide leren door op maat te evalueren. En dat lukt niet met die wetgeving. Dat is toch een one size fits all. Ja. Nou ja, het mooie van de KNW is, wij kunnen ook meetingen organiseren over dit soort onderwerpen. Hè, en dat aanhangig maken. Of dat daar nog? Ja. Ja, ik had eigenlijk een vraag aan u, naar aanleiding van een vraag die u stelde aan de onderzoekers hier. U vroeg ze over interdisciplinair werken. En ik vroeg me af hoe u als KNAW wil zorgen dat onderzoekers van verschillende disciplines elkaar makkelijker kunnen vinden en beter kunnen samenwerken. Ja, dat is een hele goede vraag en dank u wel. Ja, nee, dus als je, nou ja, niet alleen de KNW, het gebeurt gelukkig op meerdere plekken, hoor, dus niet alleen hier. Maar een van de dingen die gedaan wordt, zijn ook thematische activiteiten. Met als doel juist verschillende groepen bij elkaar te halen en met elkaar te praten. Maar niet alleen wetenschappers onder elkaar, maar als het enigszins redelijk is, ook bijvoorbeeld patiëntenorganisaties erbij te halen. Of andere partijen die dus ook van de andere kant, wat jij ook zei. Ook informatie geven. Zij zijn uiteindelijk voor een redelijk deel van de activiteiten die wij doen, zijn zij degene die natuurlijk uiteindelijk, ja, laat ik zeggen, waarvoor we het doen, maar ook het ondergaan. Dus dat is belangrijk iets. Dus er wordt wel eens degelijk naar gekeken in bredere zin. En je moet ook, dat is mijn mening dan, niet vergeten dat het juist spannend is om misschien over de grenzen te kijken van je eigen discipline. Dus zodra je daar wat nieuws ziet, ja, dat is gewoon exciting. En ik ben niet wetenschapper om alleen maar je eigen kleine dingetje te weten. Je moet het eigenlijk zijn om onbeperkt geïnteresseerd te zijn of nieuwsgierig te zijn. Dus dat is mijn mening. Of de hele KNW dat vindt, dat moeten we hier even testen. Maar ik denk dat we wel vrij ver komen. Ik zie geen verdere handen meer. Dus ik denk dat we zo'n beetje aan het eind gekomen zijn. Ik wil jullie ontzettend hartelijk bedanken. Ook Carla, heel erg bedanken. Jullie hebben een geweldige discussie ook geïnitieerd. En ik denk daarom ook dat jullie niet van ons af zijn. Want bij de borrel dan zullen jullie ongetwijfeld benaderd worden door dezegene met zo hun eigen meningen. Maar weer opnieuw, ik vond het een hele interessante, fraaie, mooie avond. Middag. Het illustreert ook, denk ik, de breedte van de activiteiten die hier gebeuren. Dus nogmaals, ontzettend dank allemaal.